meedoen in je buurt, blijf je gezond. Daarom ondersteunen wij basketbalcommunities in de buurt, waar jongeren van elkaar leren en hun talenten ontwikkelen. Zorg en zekerheid. De zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Let's go!
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom in de welkom in de Arena 1574 bij de bekerwedstrijd tussen Zorg en Zekerheid Leiden en Youngs United. Het is de kwartfinale van de bekertoernooi, de Toto Basketball Cup. En dat betekent dat over twee wedstrijden Leiden heeft de eerste wedstrijd uit bij Bemmel met 16 punten verschil gewonnen. Dus in theorie mag Leiden met 15 punten verschil verliezen om toch door te gaan naar de halve finale, waarin ze dan tegen Heroes Den Bosch zullen moeten uitkomen. En als het met meer dan 17 punten verschil wint, of meer, dan gaan de Bemmelse formatie natuurlijk tegen Den Bosch op spelen. Stan van Nels is wel in de zaal, maar hij is niet omgekleed. Zijn knie heeft veel problemen gegeven en hij is gewoon voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Een gevoelig verlies voor Leiden. Er is voorlopig ook niet een vervanger in beeld. Dat heeft natuurlijk met allerlei financiën te maken. Dus Roland Schaftenaar speelde de laatste twee wedstrijden ook niet mee. Die is wel omgekleed. Maar de verwachting is dat hij ook niet zal spelen. Althans, dat is mijn verwachting. En dat Leiden het gewoon met 7 man gaat opnemen tegen Youngs United. Misschien dat er jonge gasten, Liam van der Schalie en Hugo Bos ook nog wat minuten kunnen maken. Dat ligt natuurlijk helemaal aan het verloop van de wedstrijd. Dus Leiden met 7 man, laten we zo zeggen, ongeslagen. Vorige week woensdag in Varese een hele goede overwinning behaald tegen de plaatselijke trots, Italium Varese. Leiden won die wedstrijd met 3 punten verschil. Als voor de FIBA Europe Cup. En dat betekent dat Leiden met één andere ploeg de tweede plaats deelt. Dat is Oradea, waar Leiden dan wel van verloren heeft. En Niners Chemnitz, die staan dan vet bovenaan. En die winnen ook alle wedstrijden vrij gemakkelijk. En dat is dan de volgende tegenstander van Leiden, maar dat is dan heb ik pas over januari. Dus eerst deze wedstrijd. En dan is er zaterdag nog de wedstrijd tegen Heroes Den Bosch, waarbij iedereen teddyberen en andere knuffels het veld op kan gooien na de eerste score van Zorg en Zekerheid Leiden. De befaamde teddybeer Tos. En ik heb dat zelf 2 keer meegemaakt in Den Bosch. Was het ook na de eerste score van Den Bosch zouden we hierin gooien. Dat deden de Bosch supporters ook. En daarna scoorde Leiden. En toen werden er vanaf de bovenste tribune, Leiden zit daar altijd op de bovenste ring, werden er ook nog flink wat knuffels het veld op gegooid. Dus die wedstrijd lag even 2 keer stil. En dat zal zaterdag misschien ook gebeuren. Dat ligt er maar net aan of er veel Bosse supporters komen. En of die hun teddyberen meenemen. En ik hoorde wel mensen net zeggen van Leiden zelf. Ja, we gaan nog wel even wat knuffels ergens halen. Vanuit de rommelzolder. Of we kopen er gewoon een en die gooien het veld op. En dat is voor de zieke kinderen in het Willem-Alexander kinderziekenhuis. En ja, daar zitten kinderen van 0 tot 18 met behoorlijke ziektes, soms ook levensbedreigend. En, ja, die kan je dus een soort troost geven met een knuffel. Wordt vaak wel gewaardeerd. Nou, dan gaan we zo weer beginnen. Crewchief is volgens mij Stan Kerstijn, hoewel hier staat Floris Jansen de Jonge. Die fluit in ieder geval ook. En John van Dam fluit. En Henk van Eck zit achter de tafel als commissaris van deze wedstrijd. Dit is de laatste kwartfinale serie die nog bezig is. De andere kwartfinales zijn al geweest. Heroes Den Bosch won van de Basketball Academie Limburg 2 keer. Landstede Hammers schakelde Donar uit door uit met 7 te verliezen, maar thuis vervolgens met 10 te winnen. En dan heb je nog, gisteren was de laatste serie ten einde. LWD Basket won met 1 punt verschil van Rotterdam. Van Feyenoord, maar dat was niet genoeg omdat ze thuis in de uitwedstrijd met 6 verloren hadden. Vandaar dat Feyenoord ook in de halve finale zit en die gaan het opnemen tegen Landstede. En de winnaar van de serie tussen Leiden en Youngs United neemt dan dus op tegen Heroes Den Bosch. En ja, dat moet allemaal voor 31 maart, dan is het voor de bekerfinale. Moeten die halve finales natuurlijk afgewerkt worden, dus het is afwachten wanneer dat gaat gebeuren. De spelers betreden het veld. Van de tegenstanders zien we in ieder geval nummer 1 Roel van Overbeek. Nummer 3 is CJ Keizer Jr.
12 Wietse Nossek, 15 Aiken Weken. En dan zal ongetwijfeld nummer 16 Samuta Avea ook nog komen. En bij Leiden hebben we natuurlijk de vaste basis sinds Stam van de Nederlandse niet speelt. En daarvoor staat Lucas Kruithof daarvoor. Dus Leiden speelt met Luc van Bremen, Rijn Ververs, Alex Groos. Lucas Kruithof dan en Tatum Jones. Nou, dan gaan we los voor de wedstrijd. En wie heeft die bal? De stofzuiger. Het is niet te geloven. Josie Knight is er flink bovenop in de defense. Als u luistert natuurlijk naar Martin Hoekstra. Dag Martin, hier Paasje Groos legt hem niet erin. En dat was de schotklok. Die had volgens mij lopen ook gefloten. Ik snap niet zo goed waarom de schotklok afging. Want Groos raakte volgens mij de ring. Maar goed. Ja, dat is dan ter beoordeling van de scheidsrechters. Of die wel of niet op tijd de ring heeft geraakt. In ieder geval Groos mist en maakt vervolgens ook lopen. Dus geen sterk begin voor de lange Amerikaan. Staat nu tegen Keizer te verdedigen. Ja, leuke aanvallende speler. Oeh, tip lukt daar net niet. Nee, tip van Avea, dacht ik. Ja. Die is behoorlijk in de aanvallende rebounds wel te vinden vaak. Ja. Nummer 16 van Joost, die zo goed speelde in die competitiewedstrijd die zij wonnen. Nog geen punten, beetje moeizaam begin. Nu dan wel scoren voor de gasten. Ja, dat is volgens mij Samuta Avea. Die had toen in de wedstrijd die leidde van Joost uit de vloer, had hij 30 punten. En ze hadden een paar doordunks bij. Dat had hij trouwens in de vorige wedstrijd ook. Alleen toen maakte het niet zo heel veel uit. Leiden die wedstrijd wel won. Weer Groves in de post tegen die sterke Ike Nweke. Een van de mooiste namen uit de B-Next League. Hoewel we natuurlijk vandaag, terwijl Luc van Brede ring geen eens raakt. Maar we spelen natuurlijk niet in de B-Next League. Wel tegen een B-Next League team. Maar we spelen natuurlijk in de Toto Basketball Club Cup. Pardon. Mogelijk gemaakt door de NBB. Hier is het, die Nweke in en uit. Ja, Jones nu met de bal. Leiden gaat gewoon in de passing game. Kruithof schiet gewoon even een lekker verre driepunter met één keer pasen in de aanval. En ja, hele mooie hoge rebound met echt zo onder zijn armen geklemd door die Avea. Die nummer 16 hier naar de ring gegaan. Door Kuijs een beetje een moeilijke bal, een beetje geforceerd. Een weken zit er nog wel aan. Ja, er komen heel veel mensen over de back bij Groos, omdat ze weten dat ze hem rebounden te onder druk kunnen zetten. Hij heeft moeite om die bodies achter zich te houden. Maar aan de andere kant zie je ook wel dat hij... Ik denk ook maar die wedstrijd in Italië, Martin, in Varese, waar hij een dubbel-dubbel had, hè? Dacht ja. Ik zelfs. Punten en rebounds. 13 punten, 11 rebounds. Hier is het de captain voor de eerste Leidse punten van vandaag. Ja, eigenlijk spelen we natuurlijk hier, hoe moet je dat zeggen, het derde en het vierde kwart, hè, vandaag, zou je kunnen zeggen. We zijn op de helft. Ietsjes eroverheen. Dan gaan we zeggen tweede helft. En die duurt ook 40 minuten. En ja, als je dan 16 punten, zoals Joost, achter staat op dit moment... U ziet het ook onder in beeld. Dan, en je hebt nog een hele helft te gaan. Als je het zo bekijkt, dan is er natuurlijk nog niet superveel aan de hand. Terwijl, ja, dan moet je wel beter gepasen dan dit. Van Vught heel geanimeerd tegen Keizer. Ja, van schiet die bal zelf, man. Dus ik zag Kruithof wel meteen naar zijn schouder grijpen. Dat zag er ook niet echt florissant uit. Echt veel nog meer blessures kan Leiden absoluut niet gebruiken. Die van de Elze er al uit is en schaft dan ook een... De laatste paar weken een vraagteken is of hij überhaupt inzetbaar is. Ja, klopt helemaal. Die schouder zit ook ingepakt bij Kruithof. Ik denk in de laatste thuiswedstrijd, dat was dan tegen Oradia. Raakte die waarschijnlijk geblesseerd. Nou, heb ik dat goed onthouden? Was het eerder al? Ik denk dat hij toen, ik weet niet of het dezelfde problemen zijn die hij nu nog steeds heeft, Lucas Kruithof. Maar toen had hij ook iets met zijn schouder. Ja, en ook iets met zijn kuit volgens mij. Omdat hij, of zag in de space, omdat hij toen in die bekerwedstrijd tegen BS Leiden ook niet speelde. Speciaal omdat er nog tegen, hoe heet het, die wedstrijd tegen Oradia natuurlijk op het programma stond. Ja, die wedstrijd was 2 weken geleden. Een week geleden dus fantastisch.
fantastische overwinning tegen Varese. Terwijl Groos vrommelt de bal richting de ring. Maar is ook moeilijk hoor. Dat is van grote afstand. En hier kan Joost op voorsprong gaan komen vanaf de vrije worplijn. Dat wordt de CJ Keizer. John van Dam, voormalige scheidsrechter van het jaar. In de coronaperiode was dat zo'n beetje. Avea. Oh, excuus. Ja, jij bent me gelijk, Martin. De prachtig getatoeëerde linkerarm. Rechterarm ongetwijfeld doet ook mee. Dat kunnen we hier een beetje zien. Nou, nee. Niet of nauwelijks. Mooi nagewezen. Solid. Ja, ik denk dat Leiden een soort van gewaarschuwd is, Martin. Omdat ze natuurlijk uit in Bemmel verloren. En ik vond dat je dat afgelopen zaterdag ook wel zag. Dat ze toen wel, ondanks dat ze moe waren nog van die Italiaanse trip, dat ze eigenlijk, ze liepen uit naar 29. Ja, er zat een hele goede run bij. Het was 27-29 en nog 1,5 minuut tot de rust. Toen volgde er al een 10-0 run en die werd aan het begin van het derde kwart vergroot naar 26-0. Ja, toen was het eigenlijk wel een beetje gespeeld en het is eigenlijk, ze kwamen nog redelijk makkelijk dichterbij. Ja, aardige close-out. Dat was wel Keizer op Tajan Jones, die red hot was in Varese. Echt wel zich op de radar zetten, denk ik, bij wat Europese scouts. Ja, dat is het nadeel. Als je bij Leiden speelt en je speelt Europees en je speelt goed, dan weet je al dat, nou, daar gaat een andere ploeg wel mee vandoor volgend jaar. Ja, ik denk ook dan het jaar dat Leiden natuurlijk onder Geert Hamming, dat tweede jaar van Hamming, de laatste vier haalde zelfs in de Europe Cup. Terwijl een mooie layup van Jones. En daarna waren Dunn en Mikkelauskas en Toubutis en Mitka waren allemaal weg. Ja. Zo ging dat toen. Stiel of niet. Terugspelen of niet. Terugspelen. Ja, ja. Maar ja, goed gedaan daardoor Groves, die even aanvuurt. Die zegt van, kom op nou. Ja, Martin, ik ben in zoverre bevreesd. Joost kan aardig uit zijn slof schieten. Leiden moet natuurlijk oppassen. Hebben Heroes voor de boeg zaterdag alweer. Hè? Over, wat is dat? Over 3 dagen. En smalle rotatie, blessures. Zou er een risico kunnen zijn dat Leiden wat te voorzichtig speelt en dat Joost erop en erover gaat vandaag? Nou, ik denk niet zo snel dat het gebeurt. Joost heeft zelf ook genoeg personele problemen. Ik sprak Jeroen van Vught voor de wedstrijd en die zei, ja, we zijn eigenlijk ook maar met 7. Mm. En er staan 9 spelers, hebben zich omgekleed. 2 die zullen toch niet in principe gaan spelen. Mm-hmm. En Mike Schilder bijvoorbeeld, die gaat het hele jaar niet meer spelen. Ja. Die heeft 2,5 wedstrijd gespeeld dit jaar en toen was de enkel weer helemaal naar de kloten. Dus die moet weer een jaartje revalideren. Ja. Dus, misschien kan hij met Staan van het Helse wat gaan doen in een krachthonk met zijn trainingsbuddies. Ja, hier van Overbeek. Ja, teams kennen elkaar natuurlijk goed. De derde wedstrijd in redelijk korte tijd. Nosek hebben we 3 punten als hij schiet hoor tegen Leiden. Het draait er nu net uit. Ja, de vorige wedstrijd had hij er 4. Dat was eigenlijk de enige speler bij Joost die in die wedstrijd voldeed. Jones onderlangs, wat contact, maar niet voldoende voor een fout volgens John van Dam. Dat leek me ook wel terecht. En hier is het Avea. Van Overbeek. Oeh, jammer. Dat had een gruwelijke doordunker kunnen zijn. Komt er een vastbreek overheen van Leiden om dat af te straffen. Jones, open schot ook niet. Leiden ook niet op schot van Martin en beide teams niet. 10 puntjes in 5 minuten. Samen, dat is 5 per team. Dan ga je eindigen op 40 tegen 40. Dan is Leiden wel door. Ja, je mist natuurlijk de vloer. Hè? We spelen natuurlijk nu op de originele vloer die hier in de hal ligt. Met 40.000 lijnen. Omdat er niet genoeg mensen waren om de vloer te leggen. Hier eens even naar dat doordunkmomentje. Die er net uitkwam. Ja, klopt, Martin. Door de weekse dag. De wedstrijd laat ingepland. Van Overbeek verliest dan zomaar de bal. Ja, mag ook bijna niet gebeuren. Hopelijk dat beide teams nog wat kunnen oppeppen. Leiden hoeft natuurlijk niet, zou je kunnen zeggen, met dat kussentje. Wel natuurlijk in de voorbereiding richting de Heroes. Maar daarvan zou je dus kunnen beweren wat ik net een beetje deed. Hè, van, het belangrijkste is heel blijven. En dan herstellen en nog een keer opladen voor de strijd in de top van de B-Next League. Nummer 1 tegen nummer 2. Groves dunkt hem af. Lekkere assist van Kruithof. Die echt behoorlijke assistnummers ook wel heeft hoor in wedstrijden. Niet alleen maar een stofzuiger in de defense. Maar kijkt ook zeker naar zijn teammates. Hier staat Vea. License to shoot is raak. Ja, ik heb de license to shoot van Breem. Want die stapt er niet echt uit. Dus het is niet voor het eerst dat hij dat zo'n schot lost.
Lekker dunkje van Gross. Kijken of de wedstrijd hiermee ook een beetje loskomt. Een drietje aan de andere kant. Kijk, ja, goede backdoor van Vermers. Maar vond de Keizer op zijn weg. En kan die wel, Gross. Nu even niet een goede rebound van Brace. Die we hem niet vaak doen in de aanval. Dan moet dit overtuigen. Nou, dit moet erin. Oh, krijgt hij hier dan een fout van Bray? Of wordt er gekold onderkant? Bord is uit. Even kijken. Nee, ik denk dat eerste. Bal is voor Joost United. Fout van Bray over de bek. Wordt er gefloten. Bedrijf Joost, dat groot geworden is in het Search Engine Optimization. Dus hoe wordt jouw website en dergelijke zo goed mogelijk gevonden op internet? Kunnen ze hierbij helpen? Ja, dat is zeker. En wat zorg en zekerheid leiden doet, Martin. Ja, of zorg en zekerheid, beter gezegd. Ja, dat is natuurlijk zorgverzekeringen in orde maken voor de klanten. Dat hadden de mensen denk ik al wel al een jaar of 15 door. Maar even voor de zekerheid, alle campagnes waarschijnlijk ook wel weer gestart over om even te switchen nog, hè? Ja, aanvallende fouten ondertussen. Ja, voor een weekje. Ja, record sponsor van het Leidse basketbal sinds de terugkeer in 2006, zeg ik dat 2006, goed? 2006, ja. Onafgebroken de hoofdsponsor is een absoluut record, hè, denk ik, in het Nederlandse basketbal. Oh, dat was het is al jaren. Al jaren, ja, precies. En trouwens zijn er heel veel sponsors van de Business Club van de ZZ Leiden die vanaf het begin zijn ingestapt. En dan nog steeds zijn terug naar de wedstrijd hier. Ververs vrij. Ja, goed gezien naar Van Bree. Wil inside. Klein flotertje had gekund. Ja, over wat outstretch arms van onder andere Ike Nwike. Die man met nummer 15 die hier nu goed voorop loopt. Krijgt de bal niet. Doet Keizer ook niet zo heel veel mee. Van Overbeek iets te ver, denk ik. Ver achter de driepuntslijn. Ja, en dan, ja, dan kun je wel zeggen iedereen doet het van zoveel meter schieten. Maar hij was wel veel te kort. Ja, lekker doorgepast. De Kruithof uit de hoek. Ververs ook een beetje haastig. Nog niet de E-game van de teams. Ja, dat is een goede paas op een week. Kan hij finishen? Ja, zeker. And man, dat had Kruithof wel een beetje kunnen weten. Die legt daar 40 kilo toe ongeveer. Misschien moet je hem nog maar even laten gaan. Ja, hoe heet het? Nou kan Joost wel een 6 punten voorsprong pakken. Als die vrijworp erin gaat, wordt daar maar 6-12 dan. Lekker paasje hoor. Goed gedaan. In de pocket gepaast. En ja, count the basket. En inderdaad, Martin. Het verschil is nog maar 11. Over, ja, we blijven de hele avond natuurlijk hoofdrekenen, mensen. 11 min 6 is 5. En 16 min 5 is ook weer 11. Ja. Dus in deze, hoe gingen we het noemen? Derde kwart? Ik ben nog de eerste helft is het derde kwart? Of wordt het dan ingewikkeld? Tweede helft, vijfde kwart. Vijfde? Oh ja, dan haak ik helemaal af. Martin, en nog andere basketbalnieuws zo? De laatste week misschien overval ik je een beetje. Natuurlijk Ralf de Pachter is sinds een tijdje terug bij de Heroes. Hè? Die gaan we hier in deze arena zien, Ralf. Aanstaande zaterdag. Ja. Ja, en mogelijk zien we geen Stoenbris. Ja, is daar iets over te melden? Nou, die heeft in de bekerwedstrijd tegen Den Helder is die uit het veld gestuurd. Ik heb geen idee waarom. Er waren voor mij ook geen beelden van. Maar John van Dam, die hier fluit, die vertelde dat hij wedstrijd gefloten had. En Stoenbris kreeg een D-fout. En de TGC, de Tuchtige Schillencommissie, heeft uitspraak gedaan vandaag. Mm-hmm. Twee wedstrijden schorsing met ingang van 21 december. Dus dat is met ingang van morgen. Okay. Dus dan zou die niet speelgerechtig zijn. Want het wordt ook in de B-Next-wedstrijden worden doorgeteld. Dus het is niet zo dat hij alleen in de bekerwedstrijden dan geschorst is. Want dan zou hij de halve finale allebei de wedstrijden missen als dat zo is. Maar het is gewoon... Dus voor zowel de competitie, de B-Next, als voor de beker. Dus die zou dan twee wedstrijden niet spelen. Maar ja, goed, ik bedoel, ik ga Wel best een aderlating. Nee, maar ik ga ervan uit dat Heroes Den Bosch nog wel wat actie gaat ondernemen om de schorsing uit te stellen of misschien zelfs af te stellen. Ja, dat is een soort van gebruikelijk. Je hoeft niet in beroep, maar dat kan wel, hè? Dus je kan op allerlei manieren dat nog... Is er wat dat betreft ook sprake van zorgvuldige rechtsgang, zou je kunnen zeggen. En daar hangt er dan ook van af. Als je in beroep gaat, dan wordt vaak de straf uitgesteld, als ik me niet vergis. Want anders heeft het ook niet zoveel zin meer. Hè? Dan is je straf voorbij en dan daarna nog in beroep. En ik weet alleen niet of dat er altijd kan. Snap je wat ik bedoel? Dat je tijd koopt? Ja, volgens mij kon dat niet, maar... Je weet het nooit. En dus gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Kijk, hetzelfde is, wij waren de livestream commentatoren bij Locomotief tegen Landstede. Ja, leuke game trouwens. De Spaanse coach kreeg een... assistent inderdaad van Zwolle, scoren van Jones. Kreeg een D-fout, is vrijgesproken.
dat is heel interessant. Nou, even terug naar deze wedstrijd, maar daar kunnen we misschien nog wel even over hebben. Ja, goed. Van score van Jones. Ja. Dat is boeiend. Maar gebeurde wel van alles aan beide kanten daar. Hier van over, Beek van ver. Nu beter in de richting. Draait er net weer uit. Hebben we al veel gezien van vooral Joost. De schotjes die er net uit draaien. Ja. Wel mooi dat zij ook wat fitter zijn. Ondanks dat slechte nieuws over Mike Schilder. Maar toch een wat completere rotatie. Niet super breed. Maar mede daardoor speelt deze Florian Rijkers. Een man met nummer 4 ook lekker veel. Die overgekomen is van Den Bosch. Hier Ververs. Gaat die door? Ja, goed doorgepaast. Door Kruithof naar Jones. Weer terug. Want je gaat lekker rond bij Leiden. Dat gaat wat makkelijker en wat beter. Groos daar wat tussen twee man afgefloten. On the floor, zegt Van Am. Kijk, daar hou ik van. Meteen op de vloer wijzen. Meteen duidelijkheid geven. Even kijken of daar geen ernstige blessure is. Even gecheckt. Nee, dat loopt allemaal goed af. Bart van Schaik, die voelt even aan zijn neus. Oeh, dat zijn, zijn altijd vervelende dingen. Als je daar Ik denk dat hij zijn neus omhoudt, wel zijn hoofd achterover. Maar ik denk dat hij ook bloedt. Ja, ik zat ook een beetje te twijfelen. Een mooie close genomen in onze mannen, wat natuurlijk geen mooi nieuws zou zijn. Gaat richting de kleedkamers. Ja, dus er zal er toch wel iets met bloed zijn. Misschien, vroeger moest wat een sleutel in zijn nek leggen en dan zo vasthouden. Dat was ook heel goed voor tegen een bloedneus. Het is wel lastig basketballen dan. Ja, precies. Er zal misschien zo'n watje in zijn neus gepropt worden. Je komt niet voor niks uit de sleutelstad, hè Martin? Nee, precies. En ze staan even te kijken. Ja hoor, er ligt ook wat op de vloer. Ik denk dat er toch een bloedvlekje op de vloer ligt. Hier nog even die laatste score van Leiden. Het was Tatum Jones. Kruip door, sluip door. Een beetje Woody de Jong-achtig. Die vergelijkingen hoor je de laatste tijd wel ietsjes vaker. Als hij zich naar de ring slingert, die Jones. Ja, ik zag laatst Woody, maar dat was onherkenbaar met blond haar. Ja, heb ik ook gezien, hè, Martin. Ja, inderdaad. Tikkie zeg, klopt. Ja, haar kort en dan geblondeerd. Dat is weer wat anders. Ja, Mohamed Karazi had het op het laatste EK. Dan had oranje moeten zijn. Maar het was weer een beetje blond uitgevallen. Dus ja, dat hebben we bij Wordy allerlei kapsels gezien. Maar kleurtjes volgens mij nu voor het eerst. Ja. Dus nog even terug naar die Landstedenwedstrijd dan. Locomotief Landsteden. Ja. Wij zaten er voor ons neus. Ja. Gebeurde alles. Ja. Er kwam een elleboog van een speler van Locomotief bij Terrence Bieshaar. Die werd bestraft met een opzettelijke fout. Bizar kreeg ook een non-sportieve fout. Ik heb helemaal niet gezien wat hij deed eigenlijk. Jaumain stond in de middencirkel te ageren tegen die scheidsrechter. Ja, daar begon het. Dat was een reactie, wel begrijpelijk. Want ook Bizar in precies. Dus toen kwam de emotie. En ook van de coachingkant van Zwolle. Enigszins begrijpelijk, maar wel fel. Ja, maar toen ging de assistentcoach van Locomotief en de assistentcoach van Landsteden, die kregen het een beetje met elkaar aan de stok. Er werd een beetje licht geduwd. Zeker. En toen werd in ieder geval technische fout voor de bank gegeven voor Locomotief. En een onsportieve, een disqualificerende fout. Rechtstreeks een disqualificerende fout voor de Spaanse assistentcoach van Landsteden. Ja. En de uitspraak is vrijspraak. Dus hij krijgt daar niks voor. Ja. Dus ja, goed, er kunnen allerlei overwegingen voor zijn. Hè, Floris Jansen, die jongen die nu fluit, die fluit ook die wedstrijd. Die zegt van geen idee waarom dat nou weer besloten werd. Het geeft me alleen maar meer een vrijbrief om wat te doen. Ja. Het opmerkelijk was een mooi score van de Ververs. Dat inderdaad er wat geduw en getrek echt was van assistentcoaches. Waarvan je zegt, die staan normaal gesproken toch meters uit elkaar. Die waren natuurlijk allemaal uit hun coachbox en dergelijke. En ja, dan heb je ook nog wel eens, kijk, als je nu iemand vrijspreekt, bij mijn weten kan het ook nog wel eens zo zijn dat als je zo'n straf wel zou blijven staan, dat als er een volgende keer wat gebeurt, hè, kan men daar ook naar kijken. En nu staat er niks. Dus sta je gewoon op nul. Maar goed, het is wat het is hier. Score onderdoor. Van Keizer Junior. CJ. En Joost, steeds met dat voorsprongetje, Martin, laatste minuut van dit kwart. Weinig aan hand voor Leiden natuurlijk. Je Sikking er onder andere in. Oeh, daar ging Kroos zo'n beetje dwars door van Overbeek heen. Bal blijft bij, zorg en zekerheid. Ondertussen ook Donar uitgeschakeld in de basketbalcup. Hadden een leuk kussentje in de thuiswedstrijd. 10 punten, dacht ik. 7. 7 en uit verloren met 10. Ja. Was je verrast? Nee. Oh, oké. Nee, ik vind Landstede in principe gewoon een betere ploeg dan Donar. Ik vind Donar helemaal niet zo indrukwekkend. Mm-hmm. Leiden heeft het er altijd wel lastig mee, dat weer wel. Ja, hier even. Dus, lekkere lay-up. Oeh, die had er wel ingemogen vanaf links. En baalt zelf ook. Gaat zich nu proberen te revancheren in de defense. Ja, zeg, en Zwolle draait ook een goed seizoen, hè? Dat moet ook gezegd worden. Ja, ze zijn ook weer redelijk compleet.
Goeie baas op Nosek. En hij moet dan finishen. Doet hij ook. Ja, hij heeft natuurlijk niet de snelste. Als een buffel naar die ring toe. Jones die dacht, ik ga maar een stapje opzij, Martin. Maar we zitten weer op die 11 aggregate. It is a series. It's a ballgame. Want, kijk, dat wordt 9. Slechte paas van Sick King Slam. Dank zelfs. En zo, Martin, is het 7. Maar 7 is 9. Ja, dus nieuwe rekenregels zijn hier gelanceerd. 7 is 9. Dus Leiden moet nog even opletten om dit kwart goed af te sluiten. 2 seconden nog. Laat. Duurt lang hoor. Duurt lang. Moeizaam. Valt hij net niet voor Bouwknecht. Kijk dan naar de scheidsrechter. Ik weet niet of hij daar... Waarom kijk je dan? Had je dan 3 vrije worpen gewild of zo? Ververs nam een beetje te veel tijd. Maar ten 10 punten in 10 minuten is veel te weinig. Dat is veel te weinig. Dat is niet goed te noemen. Percentages zullen ook laag zijn. Er zijn geen live stats. Dus we kunnen ook niet zeggen wat het percentage is. Dat kunnen we wel in de rust vertellen. Want dan kunnen we de statistieken ophalen. Ja. Die live stats zouden er normaal gesproken als TMBB gewoon die licenties koopt voor de FIBA live stats. Gaan we zo nog iets over zeggen. Ja, zeker. Dan is het handig. We wachten even op het printje. Zullen wij ondertussen ook nog even langs onze sponsoren gaan? Helemaal goed. Mooi zo. We gaan naar de sponsoren. Gaat het goed, Paul? Ja. Is leuk met die... Ja, leuk af en toe met die beautycam, toch? Oh ja. Oh. Oh, ligt aan sleutelstart, Martin. YouTube is perfect. Ja, beste mensen. Volgens mij stond mijn schuif zelfs open. Maar dat ging even over... Die zijn ook te zien op Sleutelstad. Daar lijkt de verbinding even wat te haperen. Er wordt naar gekeken natuurlijk door de collega's daar. Zijn ook te zien op YouTube. Als u gaat naar zzleiden.nl is er altijd een groene knop op die homepage van ZZ Leiden. Die heet Livestream. En daar zit ook ons linkje achter naar YouTube. En dat houden we ook goed in de gaten. Dat gaat allemaal prima. Martin, Leon Kersten. Als u googelt mensen op Leon Kersten, gewoon met een K. Basketbal, dan leest u zijn columns en die vond er ook wel wat van dat er geen live stats zijn in de Basketbal Cup. En dat vinden wij ook jammer, maar we krijgen dan wel netjes sprintjes inderdaad. Maar die gaan dan vaak, die zijn er wel per kwart voor de coaches, maar wij krijgen hem dan in de halftime. Ja, dan kunnen we toch nog iets over de cijfers zeggen en dat zal dan ook kunnen gaan. Dat hangt natuurlijk vanaf hoe het tweede kwart gaat. Over de lage schotpercentages, want Leiden heeft maar 10 punten. We gaan even de scorebalk er nog bij pakken. En eens kijken wat Leiden eraan gaat doen. Maar voorlopig een score toelaten van Joost, Martin. En dan wordt het penibel. Het is overal nog maar 7 punten verschil. Ja, er komt hoop in Betuwse harten. Het gaat vaak, hè, als je zo'n groot verschil hebt, dan... Mooi boven Van Bree. Dan heb je misschien als ploeg met die grote voorsprong is het toch ook lastig op basketballen. Eigenlijk moet je gewoon die wedstrijd gewoon zeggen, joh, het is een nieuwe wedstrijd, 0-0. Niks van 0, 16 punten voor. Moet gewoon deze wedstrijd winnen. Blokje van de Van Bree. Ja, het was ook. Er zijn ook diverse clubs die hebben dus geen livestream uitgezonden, hè, van de bekerwedstrijden. Ja, Donar ook niet, hè? Dat is wel, wel opmerkelijk. Ja. Ja, dan denk ik van ja, waarom niet? Ik bedoel, zend gewoon die wedstrijden uit. Ik bedoel, je hebt gewoon de apparatuur. Misschien, je hoeft dan niet misschien die één camera systeem van de Binex te gebruiken. Rijn Ververs onder het bord mis. Drie puntertje. En een behoorlijke zieper van Nossek. Gefloten door John van Dam. Gooit nog even de bal weg. Daar kan je ook een technische fout voor krijgen als het echt op het scherp van de snede is. Dat er gefloten en gespeeld wordt. Dat is het niet. Nou, ook goed nieuws van de collega's van de Sleutelstad. Die hebben dat
We houden het even in de gaten, maar waarschijnlijk weer helemaal in orde gemaakt. Oké, ik ben benieuwd. Hier de captain dus, Marijn Ververs uit de eigen opleiding. Drietje van de captain valt even niet. Het leidt dat een fase dat het balletje lekker rondging, zo halverwege het eerste kwart. Maar sloot het kwart natuurlijk niet zo best af met, wat was het, een 4-0 run of een 6-0 run, iets dergelijks, Martin, van Joost om die af te sluiten. Goed naar het bord gegaan, maar wel een moeilijke angle. Dus geen score, Leiden snel eruit. Ja, Leiden met die two-guard line-up eigenlijk. Two-point guard zou je bijna kunnen beweren met Bouwknecht en Ververs. Dat zien we de laatste tijd wat vaker. Fout op de vloer, no basket. Gaat Kruithof erin komen voor Sikking? Of gaat hij eens kijken wat er gaat gebeuren? Ja, ik denk dat Jones eruit gaat. Die loopt naar de kant, loopt ook niet helemaal soepel. Ik denk toch dat, dat het te weinig spelers zijn voor de hoeveelheid wedstrijden die Leiden heeft. Ik bedoel, we begonnen natuurlijk met een rotatie van 9. Nou, die is nu door het ontbreken van den Els en het niet spelen van Schaftenaar. Maar daar gaan we wel vanuit dat dat niet gaat gebeuren. Je ziet teruggebracht naar 7. Ja, dat is gewoon met het programma wat je hebt is dat gewoon te weinig. Kijk, het is nog één wedstrijd en dan is het, laten we zeggen, de kerststop. Maar hoe je het weet, ik verkeerd. Ik bedoel, in januari gaan we dus iedere wedstrijd, iedere week gewoon 2 potjes spelen. Ja, dat balletje valt goed. Ja, zeker voor Van Breij. Klopt, Martin. Ja, en het zijn ook, ja, dat is ongelukkig, kunnen we het ook urenlang over hebben, gaan we niet doen. Maar ja, het zijn ook van die pieken. Hè. Je hebt fases, er komt het seizoen langzaam op gang. En dan heb je weer een interlandbreak. Dan was het Nederlands team niet aan de beurt in november. Maar ja, en dan heb je opeens weer van die fases dat je na 3 wedstrijden in de week speelt. Ja, dat hou je gewoon. Dat is ook een beetje all in the game. En daar moet je dan, ja, of moet je, hè. Vaak staan er daar een aantal belangrijke wedstrijden tussen natuurlijk. Of knock-out wedstrijden zoals bij de beker. En ja, dan moet je wel zorgen dat je rotatie voldoende is. Goed blok daarvan. Maarten Bouwknecht of All, ja, People. En houdt het bal nog binnen ook. Ja, die krijgt gewoon een blokshot gescout als het goed is. Dat gebeurt natuurlijk voor een guard wat minder vaak. Ja, en ook denk ook de rebound dan. Oh, Sikking draait er goed langs, zeg. Fout op de vloer. Gaan wij eens even kijken, als het mag, van de regie naar dat de blokshot van Maarten Bouwknecht. Wie checkt het? Look at Maarten. Not in my house. En time-out meteen. Ja, time-out. Ik denk dat het time-out nu van Joost United is. Het stond op 10-19. En nu 4-0 run voor Leiden en balbezit voor Leiden. Wat die naar de basis ging. Fout om de vloer. Ja. Dus Leiden heeft de kans om terug te komen tot 3 punten. Of misschien zelfs 2 punten. Als ze 3 punten erin gaan gooien. Martin, als je me toch even toestaat om enigszins advocaat van de duivel te spelen. Terwijl we naar de cheerleaders kijken. Kijk, Leiden speelt Europees. Dat klopt. Maar de eerste ronde waren maar 4 wedstrijden. Nu heb je de 6, dat is 10. Je zit nog in de domestic fase. En daarin zijn maar 9 Nederlandse teams. Dus maar 8 tegenstanders. Dan kunnen we zeggen, Leiden heeft van zwaar schema. Ze spelen zoveel wedstrijden. Aan de ene kant, ze spelen 10 wedstrijden meer. Hè, dan bijvoorbeeld Donar. Die voorronde niet hebben overleefd van de Europe Cup. Mm-hmm. Dat is plus 10. Oké, okay, dat is waar. Maar die zitten niet meer in de beker, hè? Ja, oké. Okay, dat moet je niet. Okay. En vanuit gaan dat Leiden doorgaat in de beker. Is, we krijgen straks halve finale. Dat is sowieso 2 wedstrijden. En dan de finale eventueel als Leiden dat haalt. Dat is 1 wedstrijd. Ja. Nee, oké. Okay. Nou, laten we die erbij tellen inderdaad. Stel dat je de finale haalt. Er moet nog wel wat gebeuren. Ja. Dan heb je 13 wedstrijden meer dan Donar. In een periode van, laten we zeggen, oktober, november, december, januari hebben we ook nog Europa Cup. Ja. Dat is een maand of 4. Ja. Dus dat is een week of 17. Ja, dus je hebt wel in 17, 18 weken heb je 13 wedstrijden meer. Is dat jouw punt? Van, hey, dan heb je dus bijna iedere week een wedstrijd extra. En daarom heb je gewoon meer spelers nodig. Nou, dat is niet helemaal mijn punt. Ik bedoel, ik vind dat iedereen moet in staat zijn op dit niveau om gewoon minimaal 2 wedstrijden per week te gaan spelen. Mm-hmm. Straks krijg je play-offs aan het eind van het seizoen en dan speel je gewoon om de dag. Ja, terwijl Bouwknecht daar een wedgie schiet. Balletje klem, sprongbalsituatie. Ja, ga door, Martin, over de wedstrijden. Ja, dus kijk, ja, het is gewoon veel. En als je 7 mensen hebt en je traint ook nog 2 keer per dag... Ja, dat is intensief. En dat geldt natuurlijk voor alle ploegen die in op Europees niveau actief zijn. Ja. Ik bedoel, Oostende heeft het in België. Die zitten nog in die Champions League. Ja, ja, daar geldt het natuurlijk ook allemaal voor. Ja. Maar dan moet je wel zorgen dat je eigenlijk daar wel de mensen voor hebt. En daar is gewoon nu een gebrek aan spelers. Duidelijk.
Ja, door wat blessure leed. En dan is het wel heel fijn dat deze Lucas Kruithoff, die wel nu even de bal verliest, maar dat hij zo ontzettend goed heeft ontwikkeld dit seizoen. We zagen ook wedstrijden ook tegen Donar, dat hij als een malle stond te scoren. Ik vond hem ook trouwens tegen Joost lekker spelen. Ja. Dus, en dan hopen we dat Jibbe Sikking, nummer 12, misschien wat stabieler wordt. Dat hij ook wat meer minuten nog kan maken. Ja, want dat ook wel nodig zijn. Dat is nodig, want dat is je zevende man in principe. Ja. Kijk, Bouwknecht is gewoon de eerste die van de bank komt. En dan heb je gewoon Jibbe, die is de tweede speler die van de bank komt. Terwijl dat in eerste instantie was het gewoon Schaftenaar of Kruithoff zelf natuurlijk. Want die begon die is natuurlijk nu starter geworden. Ja, schotklokovertreding. Wel tot een goed schot gekomen, maar dat was te laat. Die lay-up van C.J. Keizer Jr. Ja, hij maakte eigenlijk ook lopen bij de start van zijn dribbel, maar dat werd niet gezien. Zoals er vorige week een second dribbel totaal niet gezien werd door de arbitrage in de laatste 10 seconden van Verrezen. Bizar. Dat was de man van Verrezen die de bal opdrippelde toen ze 3 punten achter stonden. Die gewoon eventjes hem vastpakte ongeveer in de middencirkel en even van hand veranderde. Ja, en het was goed voor Leiden dat die 3 punten misging. Maar als die was raak gegaan, was het... and one voor Leiden trouwens. Dan was het waarschijnlijk overtime geworden. En dan had Verrezen denk ik er wel overheen gegaan. En dan zou Leiden verloren hebben kunnen hebben. Vanwege het missen van een double dribble. En ik weet ook niet, volgens mij kun je dat ook niet challengen. Maar de Leidse bank had het denk ik geen eens door. Nee, want niemand reclameerde ook. Nee, maar je kan het ook niet challengen, want er is geen call gemaakt. Lekkere end one van Luc van Bree. Tenminste, de N1 die proberen te verzilveren. Leiden niet in de penalty. Een sterker nog 0 pace. Joost wel in de penalty, maar nog bijna 6 minuten te gaan. Ja, en het verschil is teruggebracht naar 2 punten. Dus wel een behoorlijke misser van Kruithoff. We zullen maar zeggen dat een assist was aan Luc van Bree. Die liever waarschijnlijk de aanvallende rebound zal willen claimen. Dus Van Bree is met 7 punten topscorer aan Leidse zijde. Nossek voor 3. Is goed. Ik denk toch, als je een beetje kijkt wat die spelers individueel kunnen, dan zou je toch weten dat Nossek wel voor de 3 punten gaat. En dat hij nooit naar de basis zal afrollen. Ja, is echt dus een game erbij gekomen. Hè? Die nu echt een solide 3-puntschutter is. Tenminste, een hele sterke wedstrijd gehad op dat gebied. Flow bij Joost. Ah, iedere keer wipt die bal eruit voor de zoveelste keer. Dus de balletje is net iets te kort. Of iets te hard, dat hij net tegen de achterkant van de ring aankomt. Nou, je mist natuurlijk dat halve centimeter van de vloer. Ja. De oplegvloer is er niet, mensen. Maar Marco Hinterhoff, dat leek ook op lopen hier naar de basket. Ja. Een goede interventie. Nee, toch een fout. Nee, sprongbal goed gedaan van Tajin Jones. Held de bal. En dan is de arrow. Leiden had net die bal klem. Toen hielden ze hem. Maar nu gaat hij dan naar Van Overbeek en Joost. Van Overbeek met nummer 1. Maar maak u geen zorgen, mensen, met de oplegvloer dan gaat alles omhoog. En dus ook de baskets. Maar dat wist Martin Hoekstra wel. Die zit mij gewoon een beetje voor de gek te houden. Bal in het veld daar. Met nummer 17 is het Tom Arends. Jonge speler. Oeh, hele verre bal van Nossek. Line drive. Oh, weer Martin. Hij draait er weer uit. Ligt het nou aan mij? Of zitten ze er gewoon iedere keer heel dichtbij? Laten we het daarop houden. Niet geaarzeld door Van Bree, heel snel geschoten. Goeie rebound van de Sikking, die zijn lengte goed gebruikt. En Nossek dan ook geen aarzeling bij Bouwknecht. Die Doherty ging missen, ging goed de rebound in. Losse bal is voor Nweke. Die ook scorend kan doorkomen. Vandaag nog niet zo gezien. Schitterend basketballichaam. Ook een redelijk soepele speler, die nummer 15 van Joost. Ja, hij heeft pas 2 punten. 1 field goal. Ja, en Avea die wordt sowieso natuurlijk gigantisch in de gaten gehouden door Leiden sinds die competitiewedstrijd in Bemmel waar die losging voor 30 punten. Dan gaat Leiden natuurlijk 5 seconden voor diezelfde Avea. Ongelukkig om Martin. Het is af en toe heel moeizaam. Ja, het is gewoon slordig. Als je 5 punten voor staat en je bal bezit, je kan dus naar 7 punten voorkomen of 8 punten voorkomen. Waardoor je dus de marge aanzienlijk verkleint en dan heb je 5 seconden. Dan heb je natuurlijk al 24 seconden. Ja, we zien Avea met 9 punten. Topscorer van de wedstrijd. Deze Van Bree van 7. Maar die staat er ook wel 3'tjes te missen. Punten zijn gewoon duur.
Leiden 17 punten in 16 minuten. Dan ga je nog steeds niet ver boven de 40 uitkomen hier in Nwikke. Goed gestuurd door Van Bree. Jazeker. Denk geen fout, toch? Nee, gewoon zijkant. Hij krijgt een blok. En ook hij. En Joost dus in de penalty. Dat is al een poosje zo. Dikke minuut hier. Groos terug, die wel met energie speelde. In dat eerste kwart. Eens kijken wat hij kan toevoegen. Ja, natuurlijk altijd een mooie afwisseling met de Schaftenaar. Maar die is aan het terugkomen. En ik weet niet of het er zo gedacht wordt, maar je zou kunnen zeggen, als het niet hoeft, dan speelt hij vandaag niet. Want we hebben die marge. En dan kunnen we hem hopelijk wat gaan zien. Speculeer ik hoor. Tegen de Heroes. Drietje is goed. Vuistje erbij. Lekkere bal was het van Overbeek, Martin. Ja. Ja, zeker. En zo is het 8. En 8 is 8. Dus het is een 4-possession. Wat is het? Een 3-possession game. Of een 3-possession serie eigenlijk. Hier in Jones met een woeste bal. Veel te hard. Had niet echt controle. Claimde volgens mij ook nog een klein beetje een fout hier van Overbeek. Weer die net niks scoorde. Gaat hij weer... Nee, gaat niet aanleggen. Ja, Martin. En dan zal er in de kleedkamer gesproken moeten worden. Want afvallend zit Leiden in de problemen. Op de voet van Nweke, maar niet opzettelijk. Dus dan is het geen voetbal. 4 seconden nog voor van Overbeek van Verdi. Net raakschoot. Nee, nu niet. Jones zit er goed bij. Ja, lekker gechallenged trouwens door die jonge Tom Arends. Ja. Lekker brutaal. Ja, die jongens, die jonge gasten krijgen nu natuurlijk gewoon kans om ook gewoon serieus minuten te maken. Pakker ging neer. Ik kijk naar de scheidsrechter. No call. Door Jansen de Jonge. Hier is het is glad daar natuurlijk. Hier is het een beetje moeizaam. Groos met ja, wel goed die vrijworpen gebeurd. Ja. Tussen 2-3 man. En aan de ene kant is dat blijkbaar ook wel de gameplan van Joost. Want Groos wordt iedere keer gedubbeld. Maar soms is het ook wel dat hij dan... Ja, hij moet gewoon ook wel een beetje... Niet dat hij traag is op zijn voeten. Maar met zijn bewegingen ja, is het toch vaak... Hij moet komen tot een hoekschot. En wat ruimte eerst zien te creëren. En doordat dat steeds tijd kost... is dan vaak ook vaak ja, die tweede verdediger op zijn huid. Wat niet per se een schande is. Maar ja, het is niet echt een passende center. Het is niet iemand... Ja, hij kan het waarschijnlijk wel. Maar het is niet iemand die nou... niet met Jokic vergelijken. Dat is wel heel veel gevraagd. Maar die dan uit die dubbelteam denkt van... Oh, ik pas hem even lekker naar de corner voor een drietje. Maar hij ging wel goed omhoog om gewoon een fout te trekken. Dus dat is prima. Deze bal is mis. Lekker rebound van Avea. Even tegen het bord tikken. Ja, lekker is dat. Hè? Dan vang je hem en dan druk je hem eerst nog even tegen het bord. Om te laten zien... Dat je hem toch echt had. Wat voor springveer je hebt. Ja, ook dat je. Even voor de scouts. Oeh, neem hem. Nee, hij neemt hem niet, Keizer. Dan van Overbeek die hot was zo net. Is het dan ook weer net te ver. Je ziet dat hij die range niet heeft hoor. Dat is de tweede keer dat hij dan een halve meter achter de driepuntslijn denkt. Nou, dat kan wel. Dat kan dus niet. Kijk, dit kan wel sneller bij Groos. Er komt er geen dubbelteam. Ja, die fadeaway. Beetje een Nowitzki balletje. Mooie bal, zegt Alex Groos. Ja, die is ook aardig aan het scoren opeens. Oh, zie ik dat pas 3 punten. Vijf punten. Vroeg naar 5. Je hebt gelijk, Martin. Vrijworpjes voor Groos. En hoewel die tweede vrijworp mis was. Ja, Van Bree die maakt natuurlijk nooit een P. Wel een beetje een tiki-tak faal. Een beetje klein peetje gefloten met het voetenwerk. Niet helemaal legaal meegeschoven. Time-out op de vloer. Ja, time-out Joost United. De scheidsrechter gebaarde naar de kant van Joost United... 5 punten is het verschil in de wedstrijd. Deze zijn lekkere, Martin. One-legged fadeaway. Mooie ballen. Weet je wat niet makkelijk, hè? Wat vaak is met Groos, als hij de bal krijgt, dan is het gewoon, weet je eigenlijk gewoon dat hij voor een actie gaat. Ja. Of voor een hoekshot, ja. Of voor dit soort acties. Ja. Of een beetje beuken en dan misschien echt zo onderdoor nog even wat doen. Ja. Het is niet dat hij dan meteen denkt, oh, ik word gedubbelteamd, ik zie een open man. Dat bedoel ik eigenlijk. Er zijn wel wedstrijden dat hij wel meer dan 1 of 2 assists had. Ja. Die zijn er wel. Ja. Maar ik vind het ook niet erg. Ik vind dat Leiden gewoon ook... We moeten beginnen met inside basketbal. En als je daar wat kan halen, dan wordt er wat gewisseld in de verdediging. Ja, hij trekt wel zijn vrije worpjes ook. Ja, en dan krijg je pas, ruimte aan de buitenkant voor je driepunters en dergelijke. Je kan niet een wedstrijd alleen maar winnen met jumpshots. Dat is onmogelijk. Oh, in Varese was het eigenlijk voor een groot deel wel zo. Ja, dat valt mij op van bepaalde wedstrijden. Martin, ook wel die uitwedstrijd toen in Bemmel. Leiden heeft goede schutters. Jones, Ververs kan het, Bouwknecht kan het, Van Bree kan het natuurlijk zeker. Van de Elze had natuurlijk hele goede fases dit seizoen. Heel jammer dat hij nu even tijd uit ligt. Maar Leiden is wel redelijk afhankelijk van het schot. Zeker als ze niet kunnen rennen. Kijk, Jones kan een leeuwpie doen. En King, ze kan allemaal natuurlijk.
Maar ik zag ook vrij veel, toch ook wel verre, daar is Van de Elzen trouwens geblesseerd op de bank. Veel lange tweepunters, veel drietjes en die moeten dan maar net willen vallen. Ja, nee, precies. En daarom zeg ik van, het is goed dat je gewoon kijkt wat er binnenin te halen valt. Hele verre bal daar van Keizer, dan neem je een time-out en dan heb je wel naam van een rebound, dat dan weer wel. Woeste actie, bal niet onder controle, twijfels, maar daar ziet Van Dam dat hij toebehoort aan Joost. Ja, ik vond het ook wel goed dat Luc van Bree af en toe probeert inside te gaan en daar zijn dingen doet. Ja. Dus dan krijg je toch wat meer afwisselende dreiging dan alleen maar dat schot. Ja, in ieder geval zo redelijk in de loopboost die bal krijgen. Proberen op te posten of af te pasen of eventjes de bal teruggeven en weer terugkrijgen. Dat in Van Rezen ging dat wel heel goed. Ja, dat was voor het eerst het leiden van Van Rezen in Van Rezen. En thuis hebben ze wel eens een keer gewonnen. En dan krijgen we weer die prachtige periode. Is dat begin jaren 80 of net eind jaren 70 misschien nog? Net een beetje op de grens waarschijnlijk. Oh, mooie jumper. Het ene seizoen was 79-80. Ja. Dat leidde in twee wedstrijden tegen Van Rezen verloor. Ja. Dat was de halve finale van de Europa Cup 3. Zoals het toen nog heette. En daarnaast... Joost van een mooie step back. Gaat dat lukken? Jammer, jammer. Oh, goede rebound weer voor Sikking. No basket. Aanvallende fout zelfs. Dan een applausje van Overbeck, goed gezien. En dan zegt Sikking, ik was het met die lange armen. Dan krijgen we aanvallende fout, Sikking. Ja, goed gezien door de scheidsrechter. Daardoor kon hij blijkbaar zo makkelijk teamen. Maar je had het over die prachtige... traditievereniging Varese. Het jaar erop was 80 seizoen 80-81. Toen speelde Leiden hier ook. Hier in de Amsterdam. Hiernaast. Die wedstrijd was in de Vijfmijl. En toen heette het Turisanda Varese. En die werd Emerson, dat was het jaar ervoor. Emerson Varese, inderdaad. Ignis Varese heb je nog gehad. Ja, dat was nog veel verder terug. Ja. Maar Leiden won die wedstrijd met 1 punt. Drietjes, goed! Goede fase weer van Joost Martin. Het is 10 puntenverschil. 10-6. Ja. Leiden in de problemen. En ik gaf het al aan, Martin. En dan kunnen we het straks weer even over de Europa Cup hebben. Goede paas trouwens. Oh, slam dunk. Assist van Lucas Krauthof op Jones. En die had Leiden even nodig. Zegt 8-8. Maar dan is het toch single digits als Joost hier geen schade meer oploopt. Want Leiden krijgt nog wel de bal. Oh, open schot is... Oeh, weer in en uit. Dan krijgt Leiden toch nog alle tijd. Heel even misschien nog balbezit straks voor Joost. Maar even was er dus 10 punten verschil. En Leiden Martin 22 punten in 20 minuten is uitermate pover. Het is dat je het je kan permitteren voorlopig. Maar gaat dat afgestraft worden? Of als je het heel dramatisch zegt. Gaat Leiden er belang bij hebben om uit de beker te gaan? Hier Groos krijgt hem niet doorgetipt. Jammer. Wel leuk bedacht. Was het nog een call? Schotklok, hè? Was net te laat. Dan gaan we replay doen, denk ik. Momentje. Laat u over, Martin. Ja, Arie is de replayman. Voor de instant replay system van de scheidsrechters. Die gaan nu kijken wat ze willen. Er wordt nog even overlegd. We gaan replay kijken. Er worden hier wat dingen heen en weer geschoven. Dat geeft wat lawaai. En er wordt nu even tegen Arie gesproken van... hoe zit het met de shotklok? Is er nog een seconde te spelen? In ieder geval voorlopig is de stand 22-30. Dat als er niks meer gebeurt is dat de ruststand. En dan hebben we Van Bree 7 punten, Jones 6, Groves 5 en Ververs 4. 4 spelers bij Leiden hebben gescoord. En Joost heeft er 5 scorende spelers. Avea 11, Keizer Junior 9, Nosek 5, Van Overbeek 3 en Weken 2. Dus het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren. Of er nog een bal in het veld komt of dat we toch gewoon de kleedkamer gaan opzoeken. ...0,1 seconde. Er wordt nog even druk overleg met Arie of het nou hoeveel we gaan doen.
Ja, maar ik ga gewoon even het verhaal van Rezo afmaken waar ik aan het vertellen was. Dat Leijne toen met 1 punt won en dat Dino Meneghin van de Italianen de tafel wilde aanvliegen. En de scheidsrechter wilde aanvliegen omdat er geen time-out gegeven werd. Er werd wel voor gezoomd, maar uiteindelijk werd die time-out niet gegeven. En hoeveel seconden gaan we nou nog spelen dan? ...1,6. Ja, klopt, Martin. Het is even puzzelen geweest, maar ik denk goed uitgerekend door de crew hier in het oranje. 1,6 seconden voor Joost. Daar kun je wat in doen. Oh, Ike, die zit hier te twijfelen en te kijken, jongens. Ja, nou ja, goed, ja, dan oké, ook goed. 8 is 8, Martin. Leiden levert de helft van de voorsprong in. Als het zo doorgaat, dan krijgen we precies een verlenging. Ja, dat is de enige manier waarop er een verlenging kan gespeeld worden in deze bekerwedstrijden. Omdat het over 2 wedstrijden gaat. Dus dan zou Leiden het voordeel hebben omdat het thuis is voor de verlenging. Zo is het gelood. Ja, het is, meer kan je er ook niet van maken. Het spel is niet hoogstaand. Misschien een beetje, ik denk dat die 26-0 run ook wel redelijk Leiden dood heeft geslagen. Om het zo maar te zeggen. Ze spelen een beetje flats. Ja, die 26-0 die deden ze dus heel goed in die uitwedstrijd hè, zaterdag. Waardoor ze 29 voorkwamen. Ja, en nu is het. We moeten de wedstrijd afmaken, om het zo te zeggen. En ik denk dat ze misschien toch iets te licht hebben opgevat. Omdat ze toen 29 punten voorkwamen. Uiteindelijk met 16 winnen, dat moet er wel genoeg zijn. Ja. Maar ja, voorlopig is Joost die de lakens uitdeelt. En, ja, netjes zo. Ja. Als al die ballen er niet uitgerold waren in die ring, dan was het nu al 16 verschil geweest. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan straks eens die boxscore ophalen, die printjes bij onze scouting-collega's. Martin, nog even de punten en dan gaan we even naar de T. Heb ik net gedaan. Heb je net gedaan, heel goed. Dan, nou, het enige wat ik daar nog aan toe kan voegen, moet ik het wel even in beeld slepen, is de foutenlast. Maar daar hebben we het niet over hoeven hebben. Dus dan suggereert wel, nou, toch 3 fouten voor Nosek in vrij korte tijd. Dus die moet opletten. De rest niemand meer dan 2 persoonlijke fouten. Dus dat mag de pret op zich niet drukken. Martin, dankjewel voor nu. We duiken in de cijfers, beste mensen. Gaan zo naar onze sponsor. Daarna alle hoogtepunten van de eerste helft. En dan zijn Martin en ik over 1 minuutje of 10 weer bij u terug. Tot straks. Zorg en zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie. Want wij zijn Zorg en Zekerheid, de zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt.
Ja, dames en heren, over een kleine 4 minuten gaan we beginnen aan de tweede helft. Ik heb de cijfers opgehaald. Niet echt iets waar je vrolijk van wordt. Leiden schiet 10 uit 31, dat is 32,3%. En 0 uit 12 driepunters. Nou, dat percentage dat lijkt me duidelijk. Joost United schiet 12 uit 34, dat is 35,3%. En die hebben nog 4 uit 16 driepunters, dat is 25%. Nou ja, dat zijn eigenlijk de statistieken. Beide ploegen hebben 3 vrije worpen gekregen en de 2 ingegooid. Dus daar zit geen verschil in. Leiden heeft inmiddels 21 rebounds. Joost United 24. Dat ontloopt elkaar dan niet zoveel. Leiden 7 turnovers. Joost 6 turnovers. En Leiden heeft dan nog wel 3 shotbloks. Maarten Bouwknecht 1 en Luc van Bree 2. Ik mis het blokshot van Alex Groos dan. Nou goed, dat doet er dan verder ook niet zoveel toe. 22-30. Leiden scoort 16 van de 22 punten in de paint. Dus onder het bord. Dus dat is dicht bij de basket. En Joost United scoort er 14 in de paint. Dus daar is ook niet een verschil. Second chance points. Leiden 3. En Joost 5. Fast break points. Leiden 0. En Joost United 8 fast break points. Dus het grootste verschil in de wedstrijd. Joost heeft 10 punten voorgestaan, 20-30. En Leiden had een 7-0 run van 10-19 naar 17-19. Dus Leiden heeft nog een seconde voorgestaan. En Joost United heeft 17 minuten 38 voorgestaan van de tweede helft. Dus nog 2 minuten. En dan moet Leiden toch... spreekwoordelijk uit een ander vaatje gaan tappen om de wedstrijd een beetje naar hun hand te zetten. Voorlopig moeten er gewoon meer mensen gaan scoren als Kruithof, Sikking en Maarten Bouwknecht gewoon op 0 punten staan. Dan is dat gewoon beneden alle pijl. 1 op 0, dat zou kunnen, maar 3 op 0 en dat er maar 4 scorende spelers in het veld rondlopen. Dat is gewoon veel te weinig. Dus misschien moet er toch even wat... peper in de reten gedouwd worden, om het zo te zeggen. Dat er wat felheid in het spel komt, want het is een beetje fletse pot ook. Dus we kunnen het niet beter verkopen dan dat het beeld laat zien. We kunnen zeggen, Leiden zit op koers voor de halve finale van de Toto Basketball Cup, natuurlijk. Maar goed, het verschil is nog maar 8 punten met die eerste wedstrijd meegeteld. Dus Arie komt er ook weer bij. Zet de koptelefoon weer op. Check nog even hoe het beeld op YouTube eruit ziet. Dat ziet er verbluffend goed uit. En hoop dat bij Sleutelstad inmiddels het beeld ook beter is. Een beetje vaste kern. Ik zie Karsten Diel. Herken ik daar natuurlijk al meteen. En hier zitten nog een aantal mensen. En er zijn toch nog wel wat mensen op de wedstrijd afgekomen.
niet heel veel. Ja, weet je, Martin, wat dan ook leuk is, dan, hè, omdat we nu op YouTube zijn, heb je ook een chat. En ja, het is mooi. Hè. Je hebt echt van die basketbaldieren in Nederland. Die weten alles, die volgen alles, die omschrijven alles. Die... En zo eentje is Jan Weber uit Groningen. Jan, mooi dat je kijkt. Ik kwam onze stream tegen en ja, we proberen er wat moois van te maken. Het goede nieuws, Martin, is dat Joost heeft er een wedstrijd van gemaakt. En eigenlijk kun je dat vooral hopen. Natuurlijk ja, zijn we voor Leiden en hopen dat Leiden doorbekert. Want dat is dan ook zo'n cliché, maar wel heel erg waar. De kortste weg naar een prijs. Ja. Heel makkelijk gezegd. Maar ja, word maar eens landskampioen in een finale best of five. Dat valt niet mee. En je hebt het ook al gememoreerd, hè? Het is ook een Europa Cup ticket, de beker winnen. Is dat nog steeds zo, Europa Cup? Dat is, ja, er is wat nuance ingekomen sinds we ook een B-Next kampioen hebben. Alhoewel de B-Next kampioen ook weer gedevalueerd is. Hè? Want we krijgen alleen nog maar een finale kampioen Nederland, kampioen België. Er zijn niet echt meer een B-Next playoff. Daar kunnen we het later nog over hebben. Maar gewoon heel belangrijk, dat bekertoernooi. Ja, volgens mij was het in die situatie of zo. Goeie bal van Kroos. Kroos onder het bord scoort. Dat als de B-Next kampioen uit Nederland komt en de Nederlands kampioen is een andere ploeg. Dan was er geen Europe Cup voor de bekerwinnaar. Maar dat is natuurlijk nu onmogelijk. Want degene die Nederlands kampioen wordt, die zit in de finale van het B-Next kampioenschap. En die kan dan ook B-Next kampioen worden. En dan gaat hij gewoon Champions League spelen. Maar goed, of poolfase. Nee, poolfase bij Europe Cup krijg je dan. Ja, de andere opties zijn er gewoon eigenlijk niet. Ja, Van Breien inside daarnaast. Het begin was goed met Alex Kroos. Hier een jumpertje aan de andere kant is ook goed. Kan de basket. Het is even nu oog om oog, tand om tand. En ja, dat is voor Leiden op zich voldoende. Hier een Kruithof. Die we ook wel eens effectiever, actiever hebben gezien. Het niveau ligt natuurlijk hoog, zijn intensiteit. Maar heeft vandaag ook nog niet al te zeer een stempel kunnen drukken. Hier is het de Jones met dat mooie schot. Die wapperende manen. Kroos kan er niet bij. Dan is het de Nwike die overwint. Dat een mooie speler, die Ike Nwike, Martin. Mooie stevige kerel. Nu ook weer bij de rebound. Maar weet hem niet af te troeven tegen Van Bree uiteindelijk. Het was blijkbaar Ike die hem over de baseline tikte. Ja, Van Bree gaat nog even reclameren. Was geen over de bek misschien. Nou ja, in ieder geval nog steeds 8 punten verschil. Leiden is inmiddels geslonken naar 0 uit 13 driepunters. Daar dat komt, wordt 0 uit 14 via Kruithof. Ja, ook Leiden mist natuurlijk de vloer, zou je kunnen zeggen. Hoewel ze tegen BS Leiden hier ook speelden zonder die extra oplegvloer. Maar ja, was natuurlijk wel een ander kaliber tegenstander. Een voetje van Gross. Of in ieder geval out of bounds. Maar ik denk voetbal. En de vraag aan bovenbeen. Er wordt even gekeken. Bovenbeen zegt Van Dam. Er wordt over gelachen. Dan, ja, het kan nog een academische discussie zijn. Want voetbal is reset. En out of bounds niet. Van de schotklok. Zeg ik dat goed? Ja, oei, oei, zomaar weggegooid door Keizer. Slordig. Dat zeg je goed. Maar er was weinig reden om de klok te resetten. Want dat stond op 14. Ja. Dat betreft maakt het inderdaad helemaal niks uit. Ja, het publiek zit erbij. Kijkt ernaar. Drinkt een biertje. Bespreekt de week. Wat voor kerstboodschappen moet jij nog doen? Wat voor cadeautjes hoop je dat onder de boom liggen? En dan is het wachten tot er toch een lont in het kruidvat gaat. Misschien gaat Ververs dat doen. Houdt goed in. 10 seconden nog. Ja, heeft geen uitgebreide handles, Kruithof. 1 of 2 dribbles en dan afgeven. Het is niet iemand die echt al een enorme drive heeft. Letterlijk bedoel ik dan, in ieder geval een dribble drive. Hij heeft natuurlijk wel een grote gedrevenheid. Die Kruithof die staat daar tegen Nwike. Dat zijn weer de kilo's die tekort komt. Niet dat hij zo tenger is, maar Nwike is dan weer, gaat een heel klein beetje aan een type Manuelense Kwezi, doet hij me denken. Ja. Die was natuurlijk nog wel forser. Mo Smith van Heroes Den Bosch. Kijk. Toen nog volgens mij nog Tulip Den Bosch heette. Dat was een 1,99 meter center, maar alright. Dat was stevig. Je had Riley Smith. Die was ongeveer 1,99 meter breed. Ik vind trouwens Mo Smith en Ike in de Wake. Dat vind ik wel een fantastische basketbalnamen. He? Ja, Ike. Fantastisch. Doet meteen denken aan Dwight D. Eisenhower. Generaal en president. En die noemden ze ook maar Ike. Dat is makkelijker. Hier is het Kruithof dus met, wat ik zei, beperkte dribbelacties.
Verwer doet dat anders. Komt goed bij de ring. Rolt hem erin. Lekker gedaan. Marijn Verwers maakt nu een paar goede acties. En Leiden staat in ieder geval tot nu toe die tweede helft te winnen. Dan is dan de vraag, is het vooral de wedstrijd te controleren of zit er nog een bepaald offensief in? Van Leidse kant, ondanks, dat kun je dan ook wel weer zeggen, de verdediging mankeert niet heel veel aan, want Joost schiet ook nog niet echt de pannen van het dak. Hier Van Overbeek probeert het nog een keer, heeft al heel wat drietjes gemist hoor, opgeraapt. Pas op die zijlijn, niet gefloten, dus was blijkbaar wel inbounds. Goed gedaan tegen Avea door Van Bree om de rebound te pakken. Even over de drie punters van Overbeek. 1 naar 6. Kroos legt hem erin. Ja, goeie bal. Ja, 1 op 6. Dat moet er eigenlijk 2 op 6 zijn. Dus, gemiddeld genomen. Dan is het redelijk. En je ziet ook wel tegenwoordig spelers die ook Euroleague NBA zo rond de 45% zitten. En aardige volumes. 3 punten schieten hier Verwers. Veel contact. No basket. Tenminste, in ieder geval aanvallende fout. Dan is het altijd weer de vraag wanneer was de bal los. Maar nee, geen basket, zegt Jansen de Jonge. Daar is Kroos neer. Oh, die hopen dat meevalt. Lijkt van wel, anders ga je niet zo snel staan. Maar... Hij werd overeind getrokken. Ja, aanvallende fout van Verwers. Hij staat wel vrij. We pakken dat schot dan gewoon in plaats van naar die basket te gaan. Ja, die bal die afgefloten werd. Ja, goed opgevangen hoor. En dan zegt Avea ook van, ja, was dat geen charge? Ja, zegt de scheidsrechter, was een charge, geen scoren. Volgens mij hebben ze wel de score geteld. Ik zag hem zijn handen spreiden van het midden uit naar de zijkant. Dus ik had het idee dat Jansen de Jonge aangaf. Regie zegt het ook, Martin, do not count the basket. Ja, 4 punten verschil. Twee scores van Groos gehad en één van Verwers, waardoor hij op 28 komt. Dat zijn die 6 punten die Leiden gescoord heeft in dit kwart. Check. Desalniettemin 4 punten verschil. Ik gok even dat de time-out voor Joost was. Durf jij al iets te bespiegelen, Martin, over aanstaande zaterdag als wij tegen onze aartsrivaal uit Brabant spelen? Nou ja, die zitten natuurlijk ook wel een beetje met de nodige blessures. En dan die schorsing. Tenzij die of opgeheven wordt of uitgesteld wordt van Stoemris. Dat is even afwachten. Ja, nou, in ieder geval geen Thomas van der Mars. Die was geopereerd natuurlijk aan zijn knie. En die lag iets van 8 tot 10 weken uit. Dus daar hebben ze wel vervanging. Daarvoor is in de plaats Ralf de Pachter gekomen. Dus ik weet nu al dat hij met zijn kont erin gaat en dan naar zijn linkerhand voor het hoekschotje gaat. Dat is, Je kan het weten, maar je kan het niet stoppen. Nee. En dus moet je hem die ruimte ook niet geven. En als je hem buiten laat staan, dan wil hij nog eens een 3-puntje inschieten. Sharon Dorsey Walker is daar gaan spelen, die er vroeger ook bij Landstede speelt. Ja. Die schijnt nogal wat zwaar te zijn en niet in conditie. Hij heeft ook nog niet echt wedstrijden laten zien dat hij denkt van nou, dat is het wel. Blokje van Groos. Dan gaat het Marieke nog een keer. Klopt dat? Ja, goed erbij door Kruithof. En dan maakt hij het Arends. Die erbij gekomen is zuur. Ja, Joost had waarschijnlijk zoiets van nou, we stonden plus 8. Het is nu nog maar plus 4. We moeten wat doen. We moeten wat doorwisselen. Dat is onder andere ten goede gekomen aan Tom Arends. Dat is natuurlijk leuk. Ja, voor de rest Maarten Bouwknecht op de fiets. Ja, dat is die home trainer die daar rechtsboven in het beeld eventjes voorbij gleed. Meestal ook niet zo goed teken. Jones dan voor de 3-punter. Ja, daar is hij dan. De schutter. Allereerste 3-punter voor Leiden in deze wedstrijd is er dan 1 op 15 ongeveer, hè, zitten we zo'n beetje. Ja. Daar in die buurt. Dat is iets meer dan 6%. Ja, wat had dat dan eigenlijk moeten zijn? Ja, 5 op 15, 6 op 15 als het een beetje mee zit. Ja, dat scheelt dan een hele hoop punten. 1 of 6, dat scheelt gewoon 15 punten. Marijn Verwers ook down. Ja. Oeh, daar staat Van Bree op de post. Werd daar vastgehouden door Van Overbeek. Van Overbeek. Ja, dan omdat hij zo historisch was, Martin. Hier de 3-punter van Tejan. Nee, niet van Tejan Jones. Jawel, komt hij wel. Ja. Oh, ja, daar is hij. Oh, ik dacht dat we... Ja, helemaal goed. Ja, lekker balletje. Ja, opeens nog maar 1 punt verschil. Dus Leiden is al redelijk uit de kleedkamer gekomen. Pakt een 9-2 run. Ik zat te kijken naar de scheidsrechters. Want dat is nu niet zo raar bij een basketbal. Zetten we een goede rebound van Kroos. Ja, het is natuurlijk een ander toernooi. Het is geen B-Next. Dus zij hebben
3 vrije worpen worden dit voor Jones. Ja. Ze hebben geen oortjes. Die hebben ze in de B-next wel, maar Von Van Dam goed te zien, omdat hij geen haar heeft. Geen intercommetjes, dat is ook niet per se essentieel. Maar er wordt toch wel veel gebruikt in de B-next, hè, om even snel dingetjes af te stemmen zonder dat je steeds naar elkaar toe hoeft te lopen. Wedstrijd zonder oortjes, zouden ze in het wielrennen zeggen. Ja. Ja, het heeft natuurlijk ook allerlei voordelen. Dat ik kan ook wel wat zeggen van, joh, ik heb net even die coach een waarschuwing gegeven. Volgende keer moet hem tegengeven. Ja. Dat soort dingetjes kan je allemaal overleggen met elkaar, terwijl de wedstrijd gewoon doorgaat. Ire Jones, die kan een ouderwetse 3-punten maken, maar dat gaat hem niet worden, want de eerste die valt niet. Nog dus 2 over. Ja, voor een schutter zijn ze vrij worpen dan toch wat laag. Missen er vorige week ook wel een paar in verrezen. Ja, dit is dan de reverse jinx. Dankjewel Hoekstra, want dat levert gewoon een punt op. Hè? Dus ze zeggen dat de vrijworpen niet goed zijn. Nou, dan gaan ze erin. Dus ja, hou dat vol, zou ik zeggen. Vastberadenheid, ja, is op zijn gezicht te lezen. De vastberadenheid bij Jones. Voor de eerste in de wedstrijd zat Leiden voorsprong. Goed gezien. Dan is Leiden dit kwart dus met 9 punten aan het winnen. En dan is het opeens dus samen opgeteld. Plus 17, daar zat Ververs nog tussen. Nog een keer. Drinkt goed aan tegen Van Overbeek. Speelt op het randje Ververs. Doet hij heel goed. Toch nog een dunk. Uitstand gemaakt. Was het Avea? Ja, was Avea. Nou, heel veel druk van Leiden. Toch nog een heel klein gaatje gevonden. En zo is het Joost weer voor lead change. Maar die hebben natuurlijk veel meer nodig. Die hebben nog 15 punten in te halen in 15 minuten. Is niet onmogelijk natuurlijk. Denk maar aan die 16 punten die Leiden terugkwam. U kent het verhaal. Oeh, dat is toch fout. Ik ben benieuwd wie de fout krijgt. Want volgens mij was het blok van Avea was wel redelijk clean. Maar ik denk dat de fout naar Nossik gaat. Even kijken. Ja, fout gaat naar Nossik. 12. Dat zou dan zijn vierde fout zijn als ik het goed heb bekeken. Zat hij in de eerste helft, zat hij er al 3. En dan hebben die dunk onder de ring gekomen. Ah. En zo groot is die Avea ook weer niet hoor, Martin. Eens kijken waarvoor staat hij in de statistieken op ons lijstje. 1,99 meter. Ja, precies. Wel van Kroos. Maar Leiden, nee, niet voor. Wel gelijk. We kunnen de leiding natuurlijk terugpakken. En ja, dan moet het toch alleszins goed komen. En dan is het een halve finale. Moet er nog geloot worden, Martin? Hoe was het ook alweer? Nee, Leiden speelt tegen Den Bosch. Sowieso tegen Den Bosch. Als Leiden doorgaat. Misschien moet er nog geloot worden wie eruit of thuis als eerste speelt. Maar het is Leiden Den Bosch. Okay. En Landstede Feyenoord. En ondertussen hebben Groos en Jones allebei 11 punten. Yes, sir. Heel makkelijk naar de basket. Die Keijs heeft een hele snelle eerste dribbel. Ja, weer Groos gezocht, begrijpelijk. Foutje daar van Rijkers, die we weinig gezien hebben vandaag. Ja, die zal nu al veel minuten moeten gaan maken, nu Nossek op 4 fouten staat. Ik weet niet hoeveel fouten de Rijkers zelf heeft. Dit is zo te zien zijn eerste. Ze kijken, scoren hem al helemaal weg. Ja, dat was zijn eerste, Martin. Eerste persoonlijke van Rijkers, nog geen punten. Terwijl topscorer van de wedstrijd Avea is, die net dunkte met 15. Hier in Ververs vindt hij een afspeelpunt, gaat even voor safe. Stervende Zwaan door Luc van Bree. Hier Kroos lopen. Ja. Oh, hij dacht dat hij een andere call ging krijgen volgens mij. Want hij draaide zich om en toen zag hij zijn teammates de andere kant op lopen. Toen dacht hij, hey, hier gaat iets niet goed. Ja, hij dacht waarschijnlijk al een fout mee te krijgen. Dat denk ik ook, ja. Maar het is op het onderste deel. U ziet het daar van de tribunes. Is het lekker volgelopen toch hoor. En, mensen komen ja, niet per se meer heel vroeg naar deze hal. Omdat je een vaste plaats hebt. Dat is ook wel heel prettig natuurlijk. Hier kan Leiden pushen. 1 tegen 3 is een beetje voor Ververs. Aanvallende fout. Met heel veel drama uitgedeeld door Jans de Jonge. Alsof die Mike Tyson hemzelf is. Dus ik denk dat Ververs hier gedecideerd. Dus nou, komt, zo te zien komt Bouknecht in. Ververs gaat aan de kant, Martin. Even kijken naar zijn fouten last. Maar 2. Dus dat is de reden niet zozeer. En Spratly vindt er ook wel wat van over die van, situatie. Van Bree ook, hè? Die krijgt een vingertje van Jansen Duwen. Ik ben de baas hier. Ja, precies. Ja.
Ja, en dat, nou, je vertelde net over die verder een blow-out van Zwolle in Lokomotief. En dat is ook ja, het apart. En misschien dat in zo'n beker er toch ook net even wat meer emotie is, wat meer spanning. Omdat het toch vrijwel knock-out is of twee wedstrijdjes. Er hoeft maar dit te gebeuren. En ja, een wedstrijd kan toch opeens kantelen. Of er kan een incident gebeuren. Of je kan tegen een schorsing aanlopen. En het publiek heeft het nu gemunt op de scheidsrechters. Want hier gaat er een fout pro-Joost. Fout van Bree. Die gaat even een derde fout, denk ik dan. Of is die nog niet bij is geschreven? Even kijken. Koekoe. Voorlopig nog op 2 in onze administratie. Dat is het scorebord. Nee, zo nog steeds op 2. Hier in ieder geval mijn favoriete speler. Van Joost. Nweke. Haakt hem. Het zal in principe op de statistieken. Ja, hij staat nu op 3, Martin. Ja, nu staat hij op 3. Ja, de statistiek had hij de hele rust al 2. Ja, goed gezien. Ja. Confirmed. Nou goed, Joost gaat natuurlijk weer proberen uit te lopen. Nog een keer een push te geven. Oeh, die had er dan even ingemogen. Gebeurde niet. Maar goed, Leiden staat in het kwart nog steeds met 5 punten te winnen. Nee, even kijken, met 6 punten zelfs. Jones, die toch wat losser is gekomen met zijn schoten. Door Jones. Goed, ondanks de Terrordome muziek die de DJ uitgekozen had. Maar misschien inspireert dat Tegen Jones wat meer dan mij. En zo is Leiden weer voor. Ja, Jones inmiddels nu naar 14 punten. Is nog geen topscorer in de wedstrijd als Avea. Maar Leiden wel weer een punt voor nu. Keizer tegen Jones. Overbeek wordt afgefloten. Ja, dat was lopen. Van Breje gaat eruit. Dan komt Sikking er weer in. Als je Schaftenaar zo ziet met die handdoek over zijn, om zijn nek, dan zou je denken, hij heeft ook gespeeld. Hij is nog aan het zweten. Goeie truc is dat altijd. Maar het zal toch niet meer, het zal niet meer zijn dan de warming-up van de... Nog een 3 punten van Jones. Oeh, die zag ik erin vliegen. Gebeurde niet. Even goed getimed. Oeh, ja. Hey. Hij kon het even weer niet houden. Stond volgens mij zelfs al op die baseline. Voor zover die te herkennen is in dat strepenfestival. NW-Kip. Ja, dat moet een rode lijn zijn, maar ja. Dus een team offensive rebound voor zorg en zekerheid Leiden. Ja, duurde even voor Maarten hier. Is het Balkenlegd team terugkrijgt, dan ziet hij... Oh, lekkere dish op. Oh, gallery play. Behind the head, over the head assist van Balkenlegd op Gross. En Gross, die gaat naar 11 punten. Nee, Jones, 13. Had laat bij gewerkt, ja. Jones op 14. Dat zal wel stabiel zijn. En dan duurt het even voor het scorebord weer eens bijgewerkt. Het zijn twee losse handelingen blijkbaar. De punten indrukken van het team. En dan is het een losse handeling. En nu staat hij daar ook op. De punten van de speler. En dat is Kroos dus nu met 13. Martin had daar weer eens een keer helemaal gelijk in. Aan de andere kant van Overbeek 3. Keizer 11. 5 voor Nostek. 3 voor de week. 15 voor Avea. Oeh, irritaties. Ja, ja, dat bedoel ik, Martin. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. En zo kan het dan maar zomaar om niks. Kan er wat gebeuren? Nou, valt dat hier mee. Maar voor hetzelfde had clear the benches. Komen de coaches het veld in. Dan gaat Spratly eens even kijken. Wat ligt daar voor rotzooi? Dan gaan we zo even dat moment terugpakken in uw aller replaymachine. En dan heeft Spratly toch nog iets te melden aan de scheidsrechters. We gaan even terug naar die... Even kijken wat de call is. Even wachten op de beslissingen van de scheidsrechters. Ze gaan naar de replay. Arie, moet er even, neem je dingetje mee. Ja, we gaan even naar de replay kijken, wat er aan de hand is. Of het misschien een sportieve fout moet zijn, denk ik dan maar dat het de vraag is. Hij vond gewoon een fout van Bouwknecht. Er leek me niks verder aan de hand. Alleen de Avea of Neke reageerde wat agressiever. Dus misschien dat daar ook nog naar gekeken wordt. Dus we krijgen weer even overleg wat er bekeken moet worden. Bij een stand van 40-37 in het voordeel van ZZ Leiden. En nog 1 minuut 57 gegaan in het derde kwart. En dat betekent dat dit kwart staat het 18-7 voor Leiden. Het is altijd wel
benieuwd wat er allemaal dan besproken wordt, wat er gekeken wordt, wat eventueel een mogelijkheid is om iets te gaan fluiten. Ik denk dat we gewoon bij een fout blijven en dat het ook geen sportieve fout hoeft te zijn. Maar goed, ik zit hier alleen maar en ik sta natuurlijk niet bovenop de lijnen. Dus ik weet ook niet wat de scheidsrechter dan gaat oordelen. De koptelefoon gaat nog een keer om. Dus waarschijnlijk willen ze nog een keer wat bekijken. En dan Ippon. Om het in judo-termen dan maar te zeggen. Tweemaal. Zit Leiden in de penalty? Ja, Leiden zit in de penalty. Nee. Ja, Martin, het ging scheidsrechter wil even zeker weten dat het een common foul was van Maarten Bouwknecht. Geen overdreven contact toen hij die fout maakte. Het ging even niet zozeer om die reacties daarna, die zien ze weer door de vingers. Dus het was een gewone fout. Leiden wel in de penalty, vandaar tweemaal. Ja. Check. Nee, ik kan ook weer een keer scoren. Het is ook redelijk kalm in deze wedstrijd. Nu 4 punten. Een tweede vrijworp van de weken. Die gaat er ook in. 40-39, 1 punt verschil. Leiden op voorsprong. Ik kan niet zeggen dat ze in de driver seat zitten. Hoewel het dan in totaal dan wel 17 punten is. Driver seat. Mooi nummer uit 1991. Sniffende tears. Hier uit het hoekje is het Chicking. Oei. Scheidsrechter gaan het misschien wat closer houden. Daar had Van Vught iets te vinden over of de zijlijn of wel of geen 3 punten. Maar in ieder geval is er niet blij mee. Chicking wel, die gaat vrijworpen nemen. Ja, bij de teams in de penalty. Krijgt er 3. Dus de scheidsrechter steekt 3 vingers op. Dus dan gaan we 3 vrijworpen. Ik weet niet of het daar even gevucht om ging. Of misschien gewoon om het feit dat het überhaupt een fout was. Volgens mij dacht hij dat van dat Singing uitstond. Ja, dat had ik ook het idee. Misschien stond wel. Ja. Hij staat er altijd in de buurt van de zijlijn. Als je natuurlijk die corner 3 gaat nemen. De tweede van de 3 is wel goed. Ja, wel een goed derde kwart. Martin van Leiden zijn ook hun score bijna aan het verdubbelen van de rust. Overdrijf ik waarschijnlijk ook een beetje. Nou, 22. Nou, ja, ze kunnen nog 44 worden. Dat zo overdreven is het niet. En die is ook raak 2-3 voor Jibbe Sikking. En we gaan hier verder vanuit onze nieuwe camera. De Beautycam gedoopt. Nou, nu weer gewoon op het veld met Enweke. Arends. Ja, en de luchtpaas is vaak een slechte raadgever. Flipperkast via Rijkers loopt goed af. 7 seconden nog. Oh, Enweke draait hem er lekker in. Off the glass. Tim Duncan style voor Ike. Lopen wordt er gefloten. Dat lijkt me zeer bijzonder. Maar goed, het is niet anders. Scheidsrechter Colt, dus we gaan er ook niet verder over zeuren. Nee, tot nu toe vind ik de scheidsrechters een paar review momentjes. Ook terecht hoeveel er nog op de klok was en dat soort dingen. Niet altijd opvallend en dat is altijd een goed teken. En het kan zijn nu ook door even dat kleine irritatie ook na die fout van Bouwknecht dat ze ook wel wat strakker zijn. Dat is Lucas Kruithof ook een beetje slachtoffer van. En dan kun je daar wel wat van vinden. Maar dan wordt er opeens wat meer afgefloten. Spratly ook geagiteerd inmiddels. Die vindt het allemaal niet zo begrijpelijk. Nee, want het is in principe wordt er gewoon lopen gemaakt voordat de dribbel ingezet wordt. Ah, dat laat Spratly nu ook hier heel mooi zien. Die gaan we even opnemen als replay. Mooie voetenwerk van de hoofdcoach van Leiden. Die een zeer veel scorende guard was zelf back in the day. De man uit Kansas. Ja, die vrijwel was goed, dus weer gelijk. Ja, bij Canadiens was dat eind jaren 80. Onder andere, ja, zeker. Ook nog wel in het buitenland gespeeld, toch, Spratly? Ja, heel veel in Duitsland. Duitsland, hè, ja. Daar is hij ook coach geworden uiteindelijk. Ja, zeker. En die gooide de ballen er wel in. Afgetraind koppie. Stevige guard was het, Doug Spratly. Kruithof, 4 fouten maakte hij net. Die is nu vervangen. Dus we spelen nu met Ververs en met... In de post, Groth. Ja, dat, kijk, Martin, dat bedoel ik, hè. Wel een goede paas. We hadden het over de paas van hem. Die bal had er wel ingewogen van Ververs.
Publiek wel een fout, maar Groos wacht dan wel vrij lang. Dan komt die dubbelteam, maar hij past hem dit keer wel erg goed uit. Deed hij absoluut goed. En de Sikking daar inderdaad, ja. Werd daar, ja, overmand. Ja, de spreadlief wint nu overal wat van, maar gaat zijn zin niet krijgen. Sikking zat daar een beetje in de martelkamer tegen de sterke Anueke. En kon niet heel veel anders doen dan hem volgens mij gewoon vastpakken. Dus ik vind deze vrijworpen wel begrijpelijk. Ja. Alleen, ja, wat ik zei, leep je gemist op Ververs. Die vraagt dat nog eens even aan de scheidsrechter van, had je daar niet een fout in kunnen zien nu er toch veel gefloten wordt? Nee, Marijn, dat zag ik niet. Ja, dan ben je eigenlijk uitgepraat, hè, Martin? Ja, daar kan je weinig doen. Je kan ook niet zeggen, ga even terugkijken, want dat kan helemaal niet. Ja. In deze situaties. Ja. We hebben daar een mooi protocol van gekregen van in ieder geval de B-Next League. En dan is het altijd wel de vraag, is dat dan 1-op-1 met de FIBA-regels? En per competitie heb je ook nog wel eens wat verschilletjes. Maar we kunnen u daar van alles over vertellen wat er wel en niet gereviewd kan worden. Dat gaan we nu niet doen, maar daar zijn natuurlijk allerlei spelregels voor bedacht. Wat kan wel, wat kunnen de scheidsrechters ook reviewen? Ook niet zomaar alles. Daar komen we ooit misschien nog wel eens over te spreken. Hier is Sikking. Leuk voorbeeld van afwijkende spelregels. Daar ga ik straks iets over vertellen uit Spanje. Maar eerst even dit kwart afmaken. Joost toch weer on top, Martin. Door al die fouten en al die vrije worpen en al die irritaties en reacties over hem weer. Daar Keizer die zomaar de bal laat glippen over de zijlijn. Ja, wat ik wel wil zeggen over Spanje. Je kan dus in een competitie zeggen, nou, we pakken de basketbalregels. Maar in Spanje kun je de bal innemen zonder dat je hem eerst aan de scheidsrechter hoeft te geven. Gewoon in de ACB, ja, dus Real Madrid-Barcelona. En dat kun je gewoon als competitie kun je dat op zich beslissen. En daar trekt Bouwknecht goed een fout. Ja, die doet dat slim. Met nog 3 seconden te gaan. Ja, die regel wordt hier in Nederland ook bij jeugdcompetities ingevoerd. Ja, ook in de jeugd-eredivisie. Okay. En dat is alleen op de verdedigende helft. Dat je hem niet naar de scheidsrechter hoeft te geven. Dat zou in de ACB, er zal best een nuance in zitten hoor. Ja. Die regel bestond ook toen ik begon met basketbal. Toen hoef je de bal ook niet aan de scheidsrechter te geven op de verdedigende helft. Oh, dan weet ik geen eens meer hoe dat... Je kon de bal pakken en je kon hem gaan uitnemen. En op een gegeven moment moest je naar de scheidsrechter. Ik zeg, ja, al die breaks gaan er dan wel uit. Hè? Want vanuit een uitbal, als je die bal meteen kan oppakken en je neemt hem snel uit, kan je nog een break lopen. Ja. Maar niet als je die bal... 2-op-2 voor Bouwknecht ondertussen, zeker. Dat is seconden voor Joost. Dan dribbelt Keizer eigenlijk de verkeerde kant op. Nou nog op tijd, maar wel heel erg hard. En weer onze arme cameraman Ray. Ja. Als het Roelant Schaftenaar niet is die zijn camera afbreekt, dan is het wel Joost United. Over dat innemen, Martin. Ja, dan op een gegeven moment speelde je een uitwedstrijd bijvoorbeeld. En dan zat je in de flow. Dan moest je de bal aan de scheidsrechter geven. En die hield hem eens even keurig vast tot iedereen terug is. Of hij ging hem aan zijn collega geven die dan moest uitnemen. Ja, die regel is ingevoerd, ik weet het. Vroeger vond ik... Ik ben blij dat hij weer terug gaat keren. Dan kunnen we nog eens vaker hebben over spelregelwijzigingen. Door de jaren heen. Wij gaan ondertussen straks na deze mooie actie van de cheerleaders met de sponsorballen naar onze andere reclames. Ja, we zijn er weer. 44-45 is de stand. Leiden dus plus 15 over 2 wedstrijden. Heeft wel een betere kwart afgewerkt. Dat verdubbelde ze hun score in 1 keer van 22 naar 44. En Joost van 30 naar 45. Dus 22-15 voor Leiden. Dus nog 1 punt achter, om het zo maar te zeggen. Jones 14 punten. En Groos 13 punten. Van Bree 7, Ververs 6. Sikking 2 en Bouwknecht 2. En aan de andere kant zien we Avea 17, Weken 9. Keizer 11, Weken 9. Die heeft flink gescoord in dit kwart. Nosek 5 van Overbeek 3. Bart van Schaik hebben we niet meer teruggezien in de wedstrijd. Die kreeg een tik op zijn neus. En
Ja, die is in ieder geval niet meer in het veld geweest. Waardoor natuurlijk jonge gasten als Tom Arends meer minuten kregen dan ze normaal gesproken krijgen. Omdat daar natuurlijk normaal gesproken Bart van Schaik de minuten moet maken. De bal kwam bij Enweke. Groos tikt hem uit. Nog ruim, dus ruim voldoende tijd op de schotklok. 15 seconden voor Joost United. He, drie punten Keizer Junior. Jones zat er bovenop. Ging even zijn hoofd omdraaien voor de helpside. Kwam die bal toch terug. En Groos kan hem er keurig van dichtbij inleggen. Is nu de laatste topscorer met 15 punten. Ja, goed gefaked. Gewacht door Groos. Afeer gaat naar de basket. Nou, daar zat Jones nog net aan, maar die bal die rolt er toch in knap gedaan. Ja, dat is een atletische basketballer, die Afeer. Ja, een leuke allround speler. Net wat je zegt, Martin. Nou, hij is niet heel, heel fors per se. Beetje tenger nog, maar goede skillset. En speaking of which, hier is Alex Groos met de tweede score in de post op rij. Left-handed hoekje, jumphoekje. Groos naar 17 punten. Ja, de scouting heeft hem overigens, voor wat het waard is hoor, nog op 16 staan. Op het scorebord hier in de hal. En weer een lay-up raak voor weer... Nee, dat is Keizer. Pardon. Keizer, die stoomt door. Is even kijken in de administratie. De Kroos nu op 17. En Keizer op 16, AV op 19. Ja, dan zou je kunnen zeggen, het is nu wel een traditioneel beeld. Het is bij Leiden niet altijd zo geweest. Met ook hoge uitschieters van bijvoorbeeld Bouwknecht of Van Bree. Of toen hij nog speelde natuurlijk Van de Elzen. Maar nu zijn het toch wel de imports, Jones en Groos, die het doen qua punten bij Leiden. En Joost leunt daar sowieso ietsjes meer op. Met 16 voor Keizer, 19 voor Avea. En Weken niet een enorme scorende speler, maar toch ook op 9. En dan is voor de rest wat meer sprokkelen. Oeh, ja, daar ga ik straks iets over zeggen. Hier de vastbreek. Leopje. Oeh, nog aangeraakt. Door Sikking en een time-out. Spradley hoofdschuddend die time-out in. Joost loopt dan toch iedere keer. Ja, het is nu weer plus 6, Martin. Plus 6 is 10. En over Wervers. Ik heb het idee dat hij sinds dit seizoen in de lucht aan het passen is. En niet dat hij dat nooit deed. Maar ik zie hem dat veel meer doen. En het gaat heel erg vaak fout. Ik moet... Helaas, hoe lief ik hem ook heb als zeer kleurrijke speler in de Eredivisie aan Rogier Jansen denken. Die dat ook altijd deed. Meestal geen goed idee. En die dan ook nog wel eens in de lucht dan ook nog tegen spelers het luchtruim koos en dan ook aanvallende fouten veroorzaakte. Ik vind slechte keuzes van Werpers die in de lucht pasen. Soms kan het niet anders of is het super handig. Maar het is risicovol. Het is risicovol en ik... Ik werd ook altijd door Lee Strong werden we altijd wel redelijk verketterd als ze dat deden. Die zei, maak dan gewoon een jumpstop. Dan ben je van alles van alle ellende af. Dan heb je nog wel eens iemand in je nek opeens beland. En nu ga je gewoon de bucket in en je ziet geen vrije man. En dan paas je in de hoop dat hij toch nog eraan komt. Maar die verdediging let daar ook op. Die zijn ook goed geïnstrueerd wat Leiden voor play speelt. Het levert een steal op, het levert een score aan de andere kant op. En je staat weer 6.8 en Spertie moet weer aan een time-out beginnen. Ja. Ik heb nogmaals, natuurlijk soms is het nodig of is het juist heel effectief. Of daar gaat het allemaal niet om. Maar ik vind het nog niet iets wat Marijn eigenlijk over het algemeen beheerst. En dan kun je zeggen, dan is het juist ook goed om het te ontwikkelen en te proberen. Wat Martin net zegt, het is vaak ook niet nodig. Het levert ook niet superveel op. En het maakt je in allerlei opzichten kwetsbaar. Namelijk, je moet de bal afgeven, want je mag niet landen met de bal. En daarnaast, je hangt in de lucht. Als je hem kwijtraakt, dan ben je ook nog eens echt behoorlijk uit balans en uit positie om snel terug te zijn in de verdediging. Ja. En dan krijg je zo'n vast breek om je oren. En dat gebeurde dus. Time-out van Spradley. Alles weer even goed uitgesproken. Ja, veel contact daar inderdaad, bij Groos. En Weke gaat op de bom. Die zou dan nu naar zijn vierde fout gaan. Ik hoor dat de speaker ook zeggen, Martin. Dus je hebt helemaal gelijk. Ja.
En het is mooi dat dat nieuwe scorebord dat ook allemaal aangeeft. U ziet dat niet, wij zien dat wel. Alleen dat is wel een aparte handeling. Dus je hebt eerst de teamfout en dan een aparte handeling. Ik zou dat liever andersom zien. Namelijk je drukt gewoon de spelersfout in. En dan komt het ook bij de teams erbij. Maar blijkbaar is dat nog wat lastig. Dus dan duurt het even iets langer. Ondertussen een bal voor Joost. Ja, een paasje van Bouwknecht naar Groos kwam niet goed aan. Zat een verdediger tussen. Ik dacht dat de bal misschien nog wel verleiden zou zijn. Maar dat was dus blijkbaar niet zo. Groos ook erg lange armen die Avea valt op. Dat is natuurlijk altijd handig. Keizer, die ook niet klein is voor een guard. Kijken hoe hij in de boeken staat. 1,91. Ah, dat is prima. Hier diezelfde Keizer, die had er wel in gemogen. Oh, goed tipt. Ja, speak of which. Het zijn de Amerikanen, Martin, die momenteel heersen. Dan vooral de Amerikanen van Joost. 8 is 8. Aggregate, overal, alles bij elkaar opgeteld. Dus dat leidde nog maar 8 punten voor. En dat worden de 10, doordat Ververs hier prima scoort. Ja, kan heel goed snijden naar de ring. Op snelheid. Daar is hij echt heel solide in. Leiden is natuurlijk gestopt met leunen op dat schot vandaag grotendeels. Omdat ze natuurlijk begonnen met 0-14. Ja, dan leer je dat wel af. Toen hadden we wel wat schotjes van vooral Jones. Ja, een goede stop van Leiden. Zo, die Jones liep er aan de andere kant een partij vrij. Kroos. Ja, ik zag hem wat twijfelen daar. Die bal ook misschien, ja, was ook een beetje apart. Niet helemaal soepel gegaan. Niet echt een goede spacing. Want Jones en Ververs die liepen zo'n beetje in hetzelfde paar schoenen daar. En dan frommelden ze die bal naar elkaar toe. Maar ook Joost nog even gestuit. Nou, hij vindt dat Kroos gewoon harder omhoog moet gaan. Die moet gewoon bal gewoon kunnen dunken. Met die lengte. Je zag hem nu een beetje twijfelen. En toen kwam een heel klein bokje van Nweke om zijn oren. Beetje een ISO play hier van Keizer. Moeilijke bal zeg. En one counter basket. Die fout die leek me niet al te uitgebreid. En Spratly zegt tegen Van Bree. Van Bree zegt, ja, ik deed alles goed. Ik deed helemaal niks. Ja, Van Bree ook naar zijn vierde fout. Dus de Leidse spelers zijn meer maken meer fouten dan punten zo ongeveer. Ja, dan was dit echt niet een enorme fout hoor. Dit snap ik wel, die reactie van Van Bree. Dit was echt full away en mooi theater. Heel slim gedaan van deze jonge speler. Die hem raak gooit. Keizer komt uit 97. Nou, valt nog, hij ziet er heel jong uit. Maar op 26. Ja, het ging net goed, maar nu wordt die kaart geblokt. En wel de bal bij Leiden. Er is eigenlijk niks aan de hand. Het goede wat Ververs doet, eigenlijk is het een soort terreinwinst. Je staat nu onder de basket, ondanks dat je geblokt werd. Een schande is dat nou ook weer niet. Even dweilen daar. Ja. Ik snap al jaren niet waarom we geen zwabbers hebben die 4 keer zo groot zijn. Maar het is opgelost. Jones niet. Van Bree wel. Zijn bread and butters. En ja, daar leeft hij van. Lekker gedaan hoor door Van Bree. Die schoten die maakt hij met zijn ogen dicht. Ik dacht meteen de scheidsrechter 3 aangaf. Maar voor Lopen staat dat gewoon op 2. Het zal er ook wel bij blijven, denk ik. Nou, het is al 7, Martin. 7 is 9. Het is een 3-possession serie. Leiden speelt wel met vuur, hoor. Kunnen Joost niet van zich afschudden. En dat is natuurlijk leuk, ook voor onze neutrale kijkers. En ze gaan door. Ze gaan door, Martin. Het is 9. 9 is 7. Nou, wil je dan toch een grote opzet krijgen? Er is nog lang te spelen. Dat is ook in het voordeel van Joost. Luc Van Bree, dit zou lekker zijn. Valt goed. Luc Van Bree, 2 afstandsschoten achter elkaar. Ik denk een verre 2 en een drietje. Ja, dit is een drietje sowieso. Maar Joost heeft natuurlijk de richting te pakken. Hebben ook nu hun beste line-up van vandaag. Ja, Nossek niet heel opvallend gespeeld. Maar waarschijnlijk hun sterkste line-up nu erin staan. Voor de rest van de wedstrijd, als het in ieder geval spannend blijft. Keizer geeft er even een lekker elleboogje. Terecht hoor. Ik bedoel, daar bedoel ik niks naars mee. Slim gedaan. Even ruimte maken tot ze van Kroos. Het is 8. En dus is het ook 8. Alles bij elkaar opgeteld. Het hoofdrekenen dat heeft u ook al lang door. Dus dat zal ik mee ophouden. Hier Van Bree gaat goed naar de basket. Verdient
two shots. Vijfde fout voor Nosek. Die kan gaan douchen. Oeh, dat is wel een aderlating. Want daar moet Arends er dus in komen. Of Rijkers. Maar Arends maakt zich klaar. En Joost gaat dit probleem ook in een time-out bespreken. Ja, dat is... Ik krijg in ieder geval natuurlijk twee maal, denk ik. Goed ingesneden hier. Ik kreeg de bal net niet helemaal lekker mee. Dat was CJ Keizer Jr. Ja, Keizer is opeens naar 23 punten gegaan. Die had er halverwege de wedstrijd had hij er 9. Dus die is flink aan de scorebel aan het trekken. Ik kan me herinneren dat Leiden vorig jaar ook een keer van Joost verloor in de 5 mei hal. En toen waren de twee Amerikanen van de Amerikanen en de Belg. De Belgische point guard die ze hadden. En Casero Ortiz. En, over goede namen gesproken. En die schutter die ze toen hadden, die waren gewoon niet te stoppen door Leiden. Dat was onverwacht, was een home loss, hè? Ja. Echt onverwacht, ja. Dat is de laatste wedstrijd voordat Elite Gold ging beginnen. Dus dat soort dingen krijg je. We hadden het over vrije worpen. Ik wilde het jou net vragen. Over spelregels door de jaren heen van die wijzigingen. Dat als mensen dat nooit niet hebben meegemaakt, dan denken ze dat je grappen maakt. Maar leg eens uit. Wat is daar ooit aan de hand geweest, laten we zo zeggen, in de jaren 80, 90? Ooit hadden we de 3-voor-2 regel toen er nog in 3 punten was. Als je dan een fout op je gemaakt werd, een schotfout, dan kreeg je 3 vrije worpen om 2 punten te maken. Dus als je de eerste 2 raakschoot, was er geen derde. Maar je kreeg dus echt, je kon iedere keer 2 uit 3 schieten en dan had je de volle rendement gehaald. En de 3 punten zal zo zijn van 1980 ongeveer, geloof ik, zo'n beetje. Ergens rond die tijd. Wat hebben we nog meer voor varianten gehad? Nou, toen kreeg je op een gegeven moment de 8e teamfout, want het was 2 keer 20 minuten. 2 keer 20, dus na de 7e peg ging de vlag omhoog. En dan kreeg je vrije worpen. En dat was dan, als het geen schotfout was, dan was het een 1-om-1 situatie. Dus dan kreeg je 1 vrije worp, scoorde je die, kreeg je 2e, die had je dan verdiend. Miste je de eerste, was er ook geen 2e. Dus dat was ook nog een regel. En later is het natuurlijk allemaal gewoon naar 2 vrije worpen gekomen. Maar dat is dus wel... Aanvallende rebound daar op die gemiste 2e vrije worp. Speaking of vrije worpen, Martin van Bremen. Goede actie was dat dus. Van Kuiten moet eerst erin voor Van Bremen. Dat had meer ruimte, meer tijd dan die zich realiseerde. Weer een aanvallende rebound van Leiden. Joost heeft die time-out moeten nemen vanwege die 5 fouten. Jones van Nosek. En inderdaad is er dus Tom Arends die nu moet zien stand te houden. Joost heeft natuurlijk nog 9 punten te gaan. En dan zou dat toch net eens even een brug te ver kunnen worden. Niet onmogelijk, maar Van Bree is ook wat actiever geworden met die schoten, net met die vrije worpen. En de tijd begint ook te dringen. Oh, dit zou lekker. Oh, Arends maakte Martin. Wow, 10 punten verschillen, 6. Het is een 2-possession game met nog 4 minuten te gaan. Wauw. Arends die lekker fel speelt, die dan nu weer tegen Groos oploopt. Sparkplug, de... Oeh, lopen voor Leiden. We gaan eens even naar die 3-punter snel van Tom Arends uit het hoekje, uit het boekje. Ja, niks op af te dingen, Martin. Nee, ik ben nooit voorstander geweest van helpen aan balzijde. Wat nu gebeurde, Keizer is er aan het dribbelen. Lijkt er langs te gaan. Marijn Verver stapt in, laat zijn man dus los. Ja, onder de basket gekomen. Avea, veel contact van Breed. Clean, goed gedaan. Oh, en dan een steal. Meteen eroverheen. Kan Joost dit afstraffen? En een fout. Nee, lopen. Oei. Ja, geen protesten. En Wake die zag het ook wel net iets te veel geshuffeld daar. Maar wat een turnover van Leiden. Ja, die pass van Groos door het midden in een outletpaas. Dat moet je nooit doen. Dat is gewoon een steal tegen. Dat is gewoon, kan je gewoon Groos moet je dat gewoon aanrekenen. Liep het eigenlijk goed af. Leiden 10 punten. Die gaan natuurlijk tijd nemen. Het is een 2-possession serie. En als het precies 16 verschillen is, u weet het. Alleen dan gaan wij 5 minuutjes verlengen. Oeh, verdedigende fout van Arends. Joost niet in de penalty. Laten we even kijken naar die balverliesfase die uiteindelijk voor Leiden niet werd afgestraft. Hier was die mis van goede verdediging. En dan had je Kroos. Woeps, en daar zat Van Overbeek dus. Ja, die pas moet je dus niet geven. Die moet nooit door het midden geven. Joost is lekker warm gedraaid, we zeiden het al, met deze line-up. Leiden ook redelijk, maar die leveren hier dus de bal in. En dan is het dus een kans. Avea, heel veel contact, maar ook geforceerd hoor. Ja, Joost verliest een beetje het hoofd.
Dat ruimt bijna. Ik snap het idee wel, maar je hebt nog tijd. Je hebt maar drie tweetjes nodig. En nu forceren ze twee keer achter elkaar met individuele acties. Ik denk dat dat wat onnodig is. Terwijl Ververs prima op assist van Jones een hele belangrijke score maakt. 8-8. En nu dringt de tijd. Ja, eigenlijk heb je wel wat drietjes nodig. Nou, Jos zit ook wel door. We moeten wel samenspelen, maar de beweging is weg. Dus eerst even kijken hoe staat Leiden. Wat kunnen we? Ja, Van Overbeek is niet op schot. Die komt nu bij de basket. Wordt geblokt. Goed gedaan door de coach. Bal blijft bij Joost. 2,7 seconden op de schotklok. En over die spelregels, Martin. Bijvoorbeeld, wij hebben hier een heel replay systeem opgetuigd. Dat doen wij onder andere omdat we ook Europees spelen. Maar ook omdat we het in de Binext netjes voor elkaar willen hebben. En kan en mag dus ook blijkbaar gebruikt worden in de basketbalcup. Dat is natuurlijk ook prima. Maar dat heeft zich natuurlijk ook ontwikkeld door de jaren heen. Hè? We kunnen ons allemaal nog die bekerfinale in Zwolle herinneren met Eddie Kasteels, Mohamed Karazi tegen Den Bosch. En toen was de NOS er en dat systeem werd gebruikt om te constateren dat die tip-in van Karazi toch echt buiten de tijd was. Ja. In een low-scoring game, in een ugly game, waar Leiden eigenlijk geen kans meer leek te hebben en toen toch nog leek te gaan redden. Ja, en Leiden begon fantastisch. Stond in de eerste helft werelds te spelen. Stonden we met 13 of 16 punten voor. Ja. En in de tweede helft, de enige die aan de bal kwam was Wurkje de Jong. Ja. En medespeler stapte niet in of die stapte weer naar buiten als hij aan het penetreren was. En dan lukte het allemaal niet. En dan ging Den Bosch nog een paar scores over. Dat was 55, 56 of zoiets. Ja, iets. Het was een... van Leiden uitgezien. Volgens mij hebben ze in de tweede helft maar 15 punten gemaakt of zo. Oh. Dat was een hele lelijke wedstrijd. Ja, heel intens, heel spannend. Daar is Wolle. Ja, zo herinner ik het me ook. Die jongen met Karazi. Ik herinner me Kees Akerboom toen nog bij Den Bosch. Volgens mij Stefan Wessels in die tijd. Over rivalries gesproken. Er is weer een editie. Dus Ty Wesley, oké. Er is weer een editie aanstaande zaterdag. In dezezelfde 1574 Arena om 8 uur. Ja, en het is de Teddy Bear Toss. Een fenomeen wat uit de Canadese competitie is gekomen. Oh, jumpje is niet goed. Schotklok goed gezien. Ze goed gerebound door Ike. En dan neemt Keizer hem niet. Neemt hem wel. Is het kort. Prima, want het is voor Leiden. En die willen tijd nemen. In principe willen we de tijdlijn, over de midlijn. Goed gedaan. En dan is het inderdaad goed gedaan. En dan zal het denk ik de tijd te kort zijn voor Joost. Moeten nog even goed rekenen. Ja, 8 punten inhalen in minder dan 2 minuten. Ja. Wat een geluk. Wat een flipperkast. En wat een gegrabbel en een gebrabbel, wou ik zeggen. En dan is het, na al dat gegrabbel van Groos, is het Luc van Bree. Die hem intipt, dat moet nog wel even op het scorebord gezet worden. Dat was raak toch, Martin? Ja. Waarom staat hij niet op het scorebord dan? Of ben ik nou gek? Ik dacht dat we de 60 hadden. Geen flauw idee. Nou, dan gaan we zo merken. Misschien zit ik er helemaal naast. Hier is die van onze vriend Ike. Ja, mooie bal als die raak gaat. Maar we schieten over de ring heen en dan is het tijd nemen. Dan heb ik toch het idee dat er nog 2 punten ontbreken op het scorebord. Hoor. Maar correct me if I'm wrong. Jones, ja, hoeft geen haast te hebben. Die denkt die 11 seconden, die snoep ik eerst nog even lekker van die schotklok af. Daar is die Martin. Nou, dat heeft lang geduurd. Het is dus een 6-point game, oftewel een 10-point game. En dan gaan we nog eens even kijken naar die laatste fase daar onder de basket met Groos niet. En dan was het van Bree voor dat 60ste punt. Ja, en Leiden heeft weer balverlies geleden. In de post, of met de paas naar de post. Goeie paas. Ja, een goede niet-fout in ieder geval van Groos. Ja, dat klinkt een beetje raar. Maar geen and-one. Duurt te lang voor die punt op het bord staan. Dan komt hij eindelijk. Het is 8 verschil. 8-8. En een turnover. Kunnen ze profiteren. Oh, lekker gedaan. En een slam. Dan komt er een time-out of niet. Ik neem aan van wel. Leiden staat het weg te gooien. Martin, het zal nog goed komen. Want de tijd dringt te veel. Maar Leiden gaat voor de tweede keer in 3 wedstrijden van Joost verliezen. Martin. En eigenlijk voor de tweede keer in die 3 wedstrijden met een ondermaatse prestatie. Ja, ook die laatste balverlies ook weer. Ik bedoel, je bent de klok aan het uitspelen. Dan ga je een risicovolle paas geven in de crosscourt. Ja, dat slaat ook helemaal nergens op. Ik bedoel,
Van Breestad speelt meestal goede wedstrijden. Maar die paas die hij nou weer gaf, dat sloeg weer helemaal nergens op. Hou die bal gewoon lekker in je handen. Wacht tot er een tegenstander naar je komt, tot er een fout gemaakt wordt. Want we gaan natuurlijk fouten maken. Ja, Leiden heeft de bal. Leiden heeft de bal zomaar in. Leiden heeft de bal en mogen kiezen waar ze die hier gaan innemen. Neem aan op de aanvalshelft, want als je een steal krijgt op de verdedigingshelft, dan ben je verder van huis. Gok ik zo. En de opdracht voor Joost is denk ik duidelijk, Martin. Ze hebben nog een foul to give. Ja, ze moeten snel fouten dus maken. Dus die zullen ze waarschijnlijk sowieso willen benutten. Niet dat ze misschien Leiden meteen op de lijn willen zetten. Maar je wil natuurlijk een steal en een driepunter en dergelijke. Maar ik denk dat ze heel snel die fout gaan maken, gok ik zo. Dan heb je dat vast gehad. En dan is het daarna misschien eerst even keihard verdedigen. En dan hopen op twee stops. En daar is vader Kruithof trouwens in de blauwe sweater. Richard himself. En zo wordt het toch een hele spannende wedstrijd. Ja, terwijl eigenlijk is het geen moment echt spannend geweest of zo. Maar ja, elke keer zelf kwam Joost ook een keer op 10. En dat werd dan weer geneutraliseerd. Leiden kwam zelfs voor in het tweede kwart. Of in het derde kwart. Of de zevende kwart als we het over de wedstrijd zeggen. Ja, ja, maar een mooie. We zitten nu in het achtste kwart in ieder geval in de wereld van Martin Hoekstra. Hier is het Van Bree. Oh, ze houden hem daar. Ze houden hem dus op eigen helft. Dan fall to give of fall. Ja, ik zou die dus fall to give hebben. Dat doen ze niet. Want je kan hem straks nog maar nodig hebben. Dan heb je straks weer heel veel tijd nodig om die fout te maken. Kijk, dit doet Jones. Ja, en dan is het Arends. Die moet aan de noodrem trekken. Slim gedaan door Jones. 12 seconden opgesnoept. Vrije worpen verdiend. En dan is dit waarschijnlijk wel zo'n beetje de wedstrijd. Want er kwam geen steal van Joost. Geen driepunter nog. En dan is het... Nee, geen time-out. Leiden gaat wel overleggen. Dat doe je dan met z'n vieren. Want Jones gaat die vrije worpen nemen. Ja. En Jones kan daarmee naar 15 punten gaan. Staat nu 14. Is derde scorer inmiddels in het team. Groos 17, Van Bree 15. En voor Jones zijn het er 15. Ja, hij bleef op de ring ervan. Die bal die dacht even nog drie keer na. Want zal ik er doorheen gaan? Zal ik de spanning helemaal weghalen? Nou oké, plof. En de tweede vrijworp. Hetzelfde verhaal, Martin. Valt er ook in, hobbelt erin, beter gezegd. Ja, 8 punten is dus 8. En het kan nog voor Joost, maar dan moet je toch eigenlijk een 3 punten hebben. Oeh, wel een fout. Totaal onnodig van Groos. Maar Leiden had wel een fout to give, of meerdere fouls to give. Heel opmerkelijk, pas 1 teamfout in bijna 10 minuten. Ja, dit was dan de tweede. Dus Leiden kan ook nog een paar beukjes uitdelen. Ik zei een domme fout van Groos, maar het is geen 2 shots... Vraagteken. Nee, het is geen 2 shots. Nee. Dus dan is het eigenlijk helemaal geen al te slechte fout. Nee, werd meteen naar de grond gewezen. 5e fout voor Kruithof, denk ik. Kruithof heel snel met een P. Maar klopt. En het is 1 shot. Is het dan een T of het is daar aan de hand? Want zie je dat, Martin? Is het dan... Het is een fout bij het uitnemen. Camera op de scheidsrechter. Het is een fout in de laatste 2 minuten bij het uitnemen van de ik dacht al, dus, er is daar iets gebeurd bij dat uitnemen. Dus dat is een technische fout. En dan... Nee. Het is eenmaal, dus het is een technische... De regie is het niet mee eens. Het is een technische fout, dus zijn 5e. En daarom eenmaal, omdat hij dus over de zijlijn stapte. Of over de, ja, gewoon in de bereik kwam van de lijn. Nee. Hij maakte een fout bij het hinderen van een speler die vrij wilde lopen. Daar kreeg hij de fout voor. En dat is ook een... Dan is het even... Oké, even dat kijken. Kunnen wij niet een camera op de scheidsrechters krijgen? Of ik weet niet, ik begrijp wat de call is. Wat aan de hand is. Nou, we krijgen 1 vrije worp. In ieder geval een wissel. Kruithof moet uit met zijn 5 fouten. Misschien zat ik ernaast, mijn excuus. Ik zag 1 shot, dus dan moet het een technische fout zijn. Dan ben ik nou gek. Ja, volgens mij valt het dan onder onze sportieve... Maar een onsportieve fout is... 2 maal. Ja. Nou, goed, maakt niet uit. In ieder geval, komen we op terug, beste mensen. We moeten even terug naar het spelregelboekje en even naar de replays. TZT, hier is het Joost, die... staan dus wel 9 punten voor. Maar er moeten er nog 7 bij. Dat gaat zo niet lukken. Van Overbeek de hele wedstrijd eigenlijk al niet op schot. Wel verder goed het spel uitgezet.
Ja, goede fake van Vea. Kan die dit ook? Ja, dat kan die, Martin. Oei, oei, ze hebben er nog 6 nodig. Zeg ik het er goed? Ze hebben nog 4 nodig. De score wordt weer niet bijgewerkt. Het duurt allemaal heel erg lang. Het is dus 12. 12 is 4. Leiden nog net op tijd. 3 seconden gaan ze het toch redden. En ja, Joost probeert niks meer. Hadden een fall to give. Dat is, of hadden geen, sorry, geen fall to give. Dus ja, dan is dit. En dan is dit dan nog binnen de tijd. Ja of nee, dan wordt het nog 2 shots. Terwijl de klok op 0 stond. Of misschien op... Ja, u ziet het ook daar op de... Boven de basket. 2/10 volgens mij. Ja. Staan er nog op. Ons onder in beeld hebben we geen 10. Dus volgens mij nog 2/10. Dus dan kunnen er nog 2 puntjes bij komen. En nogmaals, Martin. Dan gaat Leiden er toch nog vrij duidelijk af. Je kan zeggen, ja, dat wisten ze ook dat het kon. Ze moesten de schalen beperken. Dat hebben ze goed gedaan. En ja, dan kun je zeggen, eigenlijk verlies je niet. Want je moet gewoon die 2 wedstrijden bij elkaar optellen. En dan win je met een puntje of 6 over 2 wedstrijden. En dat is ook zo. Ja, ja, het is toch, toch beschamend, moet ik zeggen. Tegen een ploeg die in de competitie pas 2 keer gewonnen heeft. Waarvan dan ook nog 1 keer tegen Leiden. En nu nog in de beker ook een keer van Leiden wint in Leiden. Ja, het was net... Maarten zei het al, Leiden is niet echt in gevaar geweest. Maar het hing er toch op het laatst ook door wat turnovers en dergelijke wat tegenaan. Mannen, feliciteren elkaar. En wij zijn blij dat we een meeslepende wedstrijd hebben gezien. Dat u erbij was. Blijf zeker hangen. Wij gaan nog alle mooie acties laten zien. En we gaan ook... Als dat vlot genoeg gaat, tenminste live de interview uitzenden vanaf de vloer. Even met Doc Spratley praten, onder andere ook nog over die mooie wedstrijd in Varese. Die interviews zijn live te zien op YouTube in onze livestream die daar al loopt. Niet op Sleutelstad, dus u kunt even switchen als u dat straks wilt vanaf Sleutelstad. Mooi dat u ook daar heeft gekeken. En anders zijn de interviews ook later nog terug te kijken. Ook weer op het YouTube kanaal van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. Ik geef u nog even mee aan Martin Hoekstra. Is dat goed, Martin? Ja, nou ja, ik heb niet zoveel meer te melden, denk ik. Leider is naar de halve finale in een lelijke wedstrijd die door Joost United goed is gewonnen en ook terecht is gewonnen. En ja, wanneer die halve finale is, dat zal nog een hele tijd gaan duren. Gezien de schema's gok ik erop dat het niet eerder dan februari zal zijn. Want Leiden speelt natuurlijk ook iedere midweek nog voor de Europe Cup. En we hebben natuurlijk ook nog een break van Nederlands team op een gegeven moment. Die is eind februari. Inderdaad, zo 23 en 26 uit mijn hoofd spelen ze. En dan die bekerfinale is eigenlijk altijd als de zomertijd ingaat. Dus dat is altijd de laatste zondag van maart, als ik het goed zeg. Ja, 31 maart is het dit jaar geloof ik. Dat is altijd makkelijk te onthouden. Mooi zo, Martin. We gaan wat replays en dergelijke aanzetten. Interviews in gang zetten. En mensen van Sleutelstad, daar gaan wij uit de lucht. Hartelijk bedankt voor het kijken daar. Dankjewel, Martin Hoekstra. En wij gaan zaterdag weer lekker verder in dit theater om 8 uur tegen de Heroes uit Den Bosch. En neem je teddybeer mee, hè?
Yeah, here with Alex Gross, the center of Zorg en Zekerheid Leiden, after advancing to the semifinals of the Basketball Cup. Alex, your thoughts about tonight's game? Obviously kind of disappointed and that we lost, but I'm grateful that we still get to move on to the next round, obviously, and maybe make up for some of the things we lacked tonight. It's nice to have another opportunity to get things right. Obviously we moved on, but
we lost still, right? And there are a lot of things we can do better as far as defensively and offensively. So I'm just happy that we get another opportunity to kind of make things right and play harder and just play better for the fans and for everybody. So, Any thoughts about your own game? You were pretty effective and doing a little of everything, rebounding, points, blocks. Satisfied with your own game today? In some areas, yeah, for sure. I mean, obviously, as a player, you're your own worst critic, and you know, each game I try to take the good and the bad, look at the positives and the negatives. Obviously, I kind of am thinking about all the negatives right now since we did lose. But yeah, I mean, it was an okay performance. Obviously, I didn't do enough for us to win though, so I'm not satisfied. But some things to build off of, I guess, if looking at it that way. Let's go back to that amazing win only a week ago in Varese in Italy, where you had a nice double-double yourself. Any memories of that game, or is that just today's game too dominant, or some things that you can take back from that amazing Europe Cup win? Yeah, I mean, Coach says all the time, like, our intensity is definitely one of our biggest keys, and I thought that game kind of started off slow, but we kind of found our rhythm as far as defensive intensity and stuff, and as far as that game goes, I think that's what we should be proud of, and that's what we should strive towards, is, you know, every single day, every single game, trying to find that intensity, trying to find that standard and keep it there for games like, you know, the Euro Cup or the Dutch Cup or, you know, just a regular league game. So, you know, there was, obviously it was a fun win to, you know, go there and get a big W like that. But more so just trying to keep that standard in every single game we're playing. That's what we're striving to do. So. Fantastic, Alex. Two final small questions. First of all, Ruland is injured a bit. You're playing some extra minutes. Is that a good thing for you, you know, just to get in the rhythm of the game, or maybe hard because you don't get a lot of rest? Yeah, I mean, obviously we love Ruland. I mean, he's a big part of our team. You know, he kind of makes things go, as do I and everybody on the team. As far as the minutes go, I mean, I'm just here to do whatever to win, and like I said, try to keep that standard. And every single day we're trying to improve just a little bit, and unfortunately today we kind of took a step back, but I think the next 2 days we'll get better, and Saturday against Den Bosch, I think we'll come out for our fans and be a lot better. I'm absolutely sure, because we've seen you have some amazing wins in this arena. A final question, Alex, you're new in Holland, and new as a pro, city of Leiden. Did you catch a chance to maybe visit the inner city, the historic buildings? Do you have any impressions about, you know, the city that you're living in, or are you just only practicing, eating, and sleeping? Yeah, I'm over here with my wife, and we love exploring. We love Leiden. We've been to a couple of different cities, but Leiden's been our favorite so far. We love going downtown, just shopping, and go to, like, Annie's and different restaurants like that. So it's a lot different than home. We both come from the Midwest in the United States, so a lot more canals and everything like that. But we absolutely love it here. We love living here, exploring. It's just, I love the Dutch culture. I love, you know, everything that comes with it. It's a lot of fun to experience, for sure. Fantastic. I'm not sure if people told you that we have delicious oliebollen around New Year, so you're going to try those for sure. Oh yeah, we've been on that. we've been on that. We've been on that apple pie. We've been on all of that so far. So yeah. Fantastic. Congratulations on a really nice game yourself. Congratulations on advancing in the cup, and see you on Saturday, Alex Gross. Yeah. Appreciate it. Thank you. Thanks. Yeah. Many thanks. Kijken voor zekerheid? Ja, kijk. Of een dak, toch? Ja, dak. Ja, Peter, weet je wel.
Yeah, here tonight with the head coach of Zorg en Zekerheid Leiden basketball, Doug Spratley. Coach, congratulations on reaching the semifinals of the Basketball Cup. Your thoughts about tonight's game, please. Thank you. We didn't deserve it. And next question. Coach, you played Joost three times in a short while. You had a loss. You had a good win. Were you surprised about today's game? Because you really blew him out nicely in the first leg. Surprised about the difference today? We played 15 minutes of good basketball, and we were able to get up a lead. And then they came back and played like they've been playing the whole series. If you watched all the games, we just didn't play the style that we're supposed to play. Coach, you mind going back to last Wednesday's game in Italy? I asked the same thing of Alex. Amazing win there. Is this a moment? You're now in the Cup. You're going back to the next league to reminisce about that still, or is that just in the past? No, this should hurt. I'm trying not to say anything that I'm going to regret, but I'm very, very disappointed with the effort that every single player made. One player had a plus two, I think. Every other player was a minus. Our guards turned the ball over left and right. We didn't defend. We didn't execute. I saw guys kind of relaxed on the court, and I saw no fire, no thing. You know, I don't give a shit what the referees call or what the other team does. I look about what we do, and we did not come ready to play, plain and simple. Final question, Coach. You're going into the game against Den Bosch on Saturday. Any thoughts about how to approach that, or are you going to leave it to the team first to respond? Well, it's very simple. If we play like this, we lose by 30. We'll see you Saturday. Yep. Thank you. Thanks. We'll be right back.
We'll be right back.